Welkom bij de 173ste editie van ons Politiek Café Zout. En voor de mensen die hier zijn, wat fijn dat u er bent, ondanks de zware weersomstandigheden. Die weersomstandigheden hebben helaas ook een resultaat voor het programma van vandaag. Helaas heeft oud-wethouder Van Rij af moeten zeggen voor vandaag. Onze excuses voor ons. Volgens mij niet iedereen heel rouwig, maar ja, toch is dat jammer voor het programma. Meneer Van Rij heeft wel toegezegd in januari alsnog een keer te komen. Dus we hebben een iets korter programma vandaag. Laat dat de pret niet drukken. Want we beginnen vandaag met een debat over mest en wat ermee te doen. We hebben natuurlijk onze gastinterviewer en zijn gast die in gesprek gaan over ja, waarover niet. En natuurlijk hebben we live muziek, twee columnisten. Het zoutvat zit gewoon vol, dus laten we beginnen. Maar eerst wil ik graag nog even met u stilstaan bij het overlijden van Paul Peters. Vorige maand nam hij hier afscheid van Zout en een goede week later van het leven. We gaan Paul natuurlijk verschrikkelijk missen, maar vinden enige troost in de hoopvolle gedachte dat hij elke Zout samen met Ellie en Leo op een wolk naar ons stervelingen kijkt en ziet dat het goed is. De een is oud-presentator van Zout en journalist bij het Algemeen Dagblad. De ander is onder andere zanger, muziekproducent, politicus, presentator en radiobeest. Een warm welkom voor onze gastinterviewer en zijn gast. Hier zijn Ivar Penneris en Henk Westbroek. Heren, tafel is van jullie. Ik ben wel eens in een politiebureau geweest. Had ik ook twee van die lampen zo recht op mijn hoofd. Had je gedaan dan? Nou, ik werd verhoord omdat mijn... Ik was in bezit van een illegale schildpad. Och, dat verhaal, ja. Ja. Wat is er eigenlijk met een beetje gebeurd uiteindelijk? Nou, die is dood. Ja. Die is... Die bleek op een geheim... Zo werkt dat in Nederland. Ik had een schildpad geërfd van een tante van mij... En die was op een gegeven moment na 20, 30 jaar weggelopen. En toen ging ik naar het dierenasiel. En voordat ik het wist, had ik een politieinval tot 2 maal toe. En dan komen ze echt zo, met ook van die jongens met wapens. Die komen dan zo kijken in het BH-kastje van je vrouw. Of je daar misschien een verzameling schildpadden hebt liggen. En ik ben 3 keer voor geweest. Ik ben 2 keer verhoord. Er waren echt in zulke lampen. Ja. En u heeft hier een schildpad. En, heeft u het bonnetje? U zegt dat u hem 30 jaar heeft. Heeft u het bonnetje dan nog? Nee, meneer, die heb ik niet. Want zitten er überhaupt bonnetjes bij schildpadden? Nee, natuurlijk. Zit geen garantie op. En dan worden ze heel boos. Dat is live uitgezonden op de radio. Ja, was ik werkte toen bij Jorin in FM. Ik had zo mijn telefoon zo. Dus dat is het enige verhoor wat ooit live uitgezonden is op de radio. Is erg strafbaar. Je had het stiekem opgenomen zelf? Nee, het werd gewoon doorgezonden. Oh, zo ja. Dus ja. Ik had zo mijn telefoontje. En er waren dan van die jongens. En die gaven je dan een derde graads verhoor over een schildpad. Ja, hoe je het voor elkaar krijgt. Maar dat is Nederland. Is dat ook de reden waarom je ooit de politiek in bent gegaan? Over je muziek en al die andere dingen hebben we het zo meteen wel. Maar zijn dat ook redenen om destijds te kiezen de politiek in te gaan? Nou, ik was columnist van het Utrecht Nieuwsblad. En, fijne krant. Een fijne krant was dat. En die hadden in die tijd nog journalisten in dienst. Tegenwoordig moeten geloof ik 3 mensen het werk doen waar jullie nou, 30 voor hadden. Zijn nu nog met 25 ongeveer. Met 25, ja, maar ja. De stadsredactie is erg uitgedund. Dat klopt, ja. Toch? En ja, dat waren er vroeger al 25. Okay. Dat is, ja, ik ben ouder dan jij. Ik heb het allemaal nog mee mogen maken. En toen hadden ze ook wel eens achtergrondsartikelen waar dan 4 man een week aan werd. Allemaal wegbezuinigd. Ja. En dat begrijp ik, want... Ja, god. Ja, er zijn ook minder mensen die een krant kopen, hè? Er zijn gewoon minder mensen die een krant kopen, dus dan moet het met minder geld uit. En wat was de vraag ook alweer? Ja, dat moet jij weten. Ja, ja. Nou, ik niet. Jij. Nee, was dat een reden? Je zei van zo gaat het. Oh ja, nee. Ik was columnist bij het Utrecht Nieuwsblad en op een gegeven moment was daar ging men de prijs van parkeren in de binnenstad verhogen van 2 in die tijd gulden naar 5 gulden per uur. En de rechtvaardiging was dat van dat geld zouden fietsenstallingen betaald worden. En dat vond ik eigenlijk wel een... Ja, waarom niet? Ik had in die tijd geen auto, dus dat is makkelijk lullen. En toen ging ik eens bellen met de gemeentelijke voorlichtingsdienst. Zeg ik, hoeveel levert dat nou op? En toen bleek dat een leugen te zijn, van een GroenLinkser trouwens. Want er moest gewoon geld bij, dat parkeren. En, maar om te rechtvaardigen
dat die verhoging zo extreem was, werd er gezegd, ja, daar gaan we iets heel nuttigs mee doen in termen van fietsenstallingen. En dat bleek niet waar te zijn. En toen ging ik met een andere blik kijken naar wat voorlichters ons altijd vertellen. En ik ging ook heel vaak bellen onder het motto, klopt dat wel? En het bleek nooit te kloppen. En toen dacht ik van, nou, je kan je leven lang wel aan de zijkant blijven staan en leuke, ironische stukken schrijven in de krant en een beetje de pen in het gif dopen en een beetje mopperen op alles en iedereen. Maar laat ik het ook maar eens gaan doen. Dat heb ik toen maar liefst 5 jaar volgehouden. Ja, maar liefst 5 jaar, zeg je. Had je het niet langer willen doen? Nee. Het is een van de grote fouten in mijn leven geweest. De politiek ingaan? Ja, je komt in de politiek. Nou ja, laat ik het zo zeggen. We hadden het net over dat er wat minder varkens moeten komen. En Jos van Rij is er niet vandaag. Dus dat is al 1 varken minder. Maar het is... Net was het nog een crimineel. Nu is het een varken. Nou ja, ik maakte een grapje naar aanleiding van dat iemand net zei dat er 40% varkens moet. Ik vind criminelen. Ik bedoel, hij is nog niet veroordeeld. Was Jos van Rij ook zo'n type politicus waarvan je dacht, daarvoor moet ik de politiek in? Om nou ja, dit soort mensen... De wereld zit er vol van. Ik kan iedereen, behalve mijn prachtige biografie, ook het boek De Geschiedenissen van Jan Six aanbevelen van... hoe heet die man ook alweer? Geert Mak. En een geweldig boek. En daarin beschrijft hij hoe in 1680 de burgemeester van Amsterdam, meneer Mus, rijk wordt door het vergeven van functies. En hij beschrijft dan, middels een, wat dan heel deftig, een functionele analyse heet, hoe dat werkt. En daar komt nooit geld aan te pas. Dus ik vind jou een aardige jongen, ik zorg dat jij op een goede plek terechtkomt. En op een gegeven moment vraag ik... Zo terloops, ja, goh, mijn dochter zoekt ook nog een baan. Snap je? En dan regel jij wat voor mijn dochter. Dus uiteindelijk is het altijd wel opbrengsten. En dat systeem is ingebakken in Nederland. En de enige mensen, en daarom heb ik van die mensen altijd wel enig respect gehad, die daar niet aan mee mogen doen, dat zijn SP'ers. Want die worden nooit wat. Die worden ook zelden burgemeester. Nou, dat mag eens iemand, omdat er geen PvdA wil. Toevallig mag die eens een keer in de. Hoe heet dat ook alweer? De Raadskamer over Financiën zitten. Maar echt openbare ambten krijgen ze nooit. SP'ers niet. We hebben Utrecht van de SP-wethouder, hè? Ja, openbare ambten. Ja. Daar heb ik het over. In de zin, je kan wel wethouder worden. Maar normaal als je wethouder af bent, dan word je gelijk wat. Dan krijg je een baantje toegespeeld. Ja, Paul Rozemuller, ik bedoel mijn grote vriend, die werd eerst voor 3000 euro per dagdeel werd die voorzitter van de Vereniging van Vetten en Oliën. Omdat daar werden mensen dik van, hij is zelf nogal slank. En toen was zijn oplossing voor dat probleem dat we oliën en vetten zwaarder moesten gaan belasten. Want dan aten mensen dat niet meer. En toen bleek later dat olie en vetten het probleem van dichtmaken die zijn. En dus, nou is hij van task voor suikers. Okay. Ook voor 3000 euro per dagdeel. En zijn oplossing is om suikers zwaarder te belasten. Want dat vind ik altijd zo tragisch van politiek. Ook de mensen die niet in het kapitalistische systeem zeggen te geloven, doen het wel. Want ze zeggen altijd als ze willen dat mensen hun gedrag gaan veranderen, dat we ze moeten belonen of bestraffen. Dus we belonen mensen met een goedkope Tesla. Hè, want als je er eentje koopt en na 5 jaar verkoop je hem, heb je voor niks gereden. Ja. En je bestraft ze door dingen die je maatschappelijk onverantwoordelijk vindt. Roken bijvoorbeeld. Duurder te maken. En dat betekent dat je de fundamentele economische kapitalistische wet van vraag en aanbod hanteert. Ja. Dus ook de mensen die zeggen dat ze er tegen zijn, hanteren hem wel. En dat is op zijn minst iets om over te na te denken. Ja. Maar is het nou, jullie waren toen met Leefbaar Utrecht begonnen, je wilde de politiek wakker schudden, opschudden, nou ja, anders maken? Wij deden dingen die... Wij waren de eerste in Nederland die een bindend referendum hadden. En er was 60% opkomst. En de tweede bindende referendum is er ook gehouden. En iedereen die had tevoren toegezegd zich aan de uitslag te zullen houden. En ze hebben er zelfs voor getekend. En uiteindelijk bleek die, inclusief de wethouders van Leefbaar Utrecht, uiteindelijk bleek die handtekening niks waard te zijn. En dat
vind ik erg ontmoedigend. Ja. Ik bedoel, waar ik in Utrecht kozen werd, had je twee dingen. Of je gaat heel hoog bouwen met torens. En, of we maken een mooi groen midden van de stad met parken. En 70% opkomst daarvan, 76% opkomst, koos 60% voor een groen kleinschalig centrum. En het is een grootschalig centrum geworden. En het wordt nu nog groter. En het wordt nog groter. Ja. En dan ga je dus een gebouw van 110 meter hoog, ga je laagbouw noemen. Want zo los je dat op. Dan zeg je, ja, die is laagbouw hoor. Want het kan namelijk in Abu Dhabi, Dubai, kan het 700 meter hoog. Dus 110 meter is toch eigenlijk laagbouw. En dan in het kader van de duurzame transparantie zit dan iedereen te knikken. Ja. En dat vind ik wel treurig, hoor. Ja. Je hebt na jouw politieke carrière ook nog twee keer geprobeerd burgemeester van Utrecht te worden? Ik ben drie keer geprobeerd burgemeester van Utrecht. En elke keer ontbrak het aan bestuurlijke ervaring. Dat vond jij niet heel terecht, hè? Ja, dat vond ik zo leuk. Dat was zo leuk. Ja. Dat staat in mijn prachtige biografie trouwens. De eerste keer was Utrecht was uitverkoren door regering Kok om experiment te hebben in de gekozen burgemeester. Ja. En toen stelde ik me kandidaat en toen werd dat teruggetrokken. En dat vond ik zo leuk. Maar ik had me al gemeld. En toen kwam ik bij een meneer van D66, Boelestaal. Die was commissaris van de koningin. Tegenwoordig een product naar hem genoemd nog zelfs. Hè? En tegenwoordig doet hij het verbeteren van het prestige van banken. Okay, dat is zijn fulltime werk. Want op een of andere manier zijn banken niet meer zo geliefd onder de mensen. Ik weet niet hoe dat komt. En dan hebben ze hem ingehuurd om banken weer wat precies. En het was zo leuk. Dan kom je bij die man en dan sta je daar. En dan zegt die man, die zei, u wilt burgemeester worden. Ja. Heeft u enige ervaring als burgemeester? Ik zei, nee. Ja, dan bent u ongeschikt. Ik zei, maar voordat u commissaris van de koningin werd, had u enige ervaring als commissaris van de koningin? Zei hij, nee. Ik zei, dat heeft u net uzelf gekwalificeerd. En toen werd ik de deur uitgetrapt. Ja. En dat was de eerste keer. En de tweede keer was nog leuker. Dat was bij Rad Robinson, zo heette die. Dat was een CDA, ook zo'n frisse. Officieel heet die Roel, hè? Officieel heet die Roel. En dan moet je, als je solliciteert naar burgemeester, en let wel, dames en heren, dat mag u allemaal doen. In de grondwet staat namelijk artikel 3 dat elke Nederlander boven de 18 die niet last heeft van een crimineel verleden een gelijke kans moet hebben op het vervullen van een openbaar ambt. Dat later geamendeerd is door dat allemaal te gunnen aan mensen die lid zijn van een politieke partij, behalve de SP, de Baudet en onze andere rechtse meneer. Is eigenlijk een traversie van dat gebeuren. Dus ik kom bij die meneer Robbins en ik moest examen doen. En zijn vraag was, ik zal het nooit vergeten, wat zou u doen als burgemeester als er in Utrecht een ramp zou plaatsvinden? Ja. Dus ik zei, wat voor soort ramp? En zijn eerste opmerking was, nou, een kernbom. Nou is mijn schoonvader is kernfysicus en is twee keer genomineerd voor de Nobelprijs. Doet allemaal dingen, kankeronderzoek met cellen. Zei, nou, als er een atoombom op Utrecht zou vallen, dan zou ik iedereen onmiddellijk adviseren om naar de plek toe te lopen waar die gevallen is. Ja. Want dan ben je het snelste dood en dan heb je het minste last van gruwelijke stralingsziekte. Want er is geen ontkomen aan. Zei hij, oh, maar als het nou een ander soort ramp is, een terroristische aanval. Nou, dan zou ik degene bellen die, als het nog werkt tenminste, die hoofdbestrijding terrorisme in Nederland is. En toevallig had ik die man zijn telefoonnummer. En zei hij, maar heeft u daar dan het telefoonnummer van? Ik zei, ik wel, maar heeft u het ook? Ik zeg, ik heb het, mag ik die van u ook zien? En toen zei hij na afloop dat ik met vlag en wimpel geslaagd was tegen de journalist Ton van den Berg van jouw krant. Ja. Daar heb ik een foto van gemaakt. Meneer Westbroek heeft examen gedaan. Mondeling samen met vlag en wimpel geslaagd. En een week later kreeg ik in slecht Nederlands een briefje waarin stond, bij nader inzien heeft ik besloten, heeft besloten dat u niet geheel voldoet aan de eisen die ik stelt.
Twee fouten in één zin. En zo'n man is dan commissaris. En ik heb dat briefje erg aan de muur hangen. En dat vond ik zo leuk. Ja. Dus ik had een briefje terugsturen. Zo van, kunt u dat een beetje toelichten? Denk je, ja, ik zou toch moet zieken, dan doe ik het goed, weet je. En dan krijg je dan nooit antwoord op. Dat is ontzettend leuk. We hebben het nog een keer geprobeerd. Nog een derde keer. Een derde keer, ja, dat was bij de huidige commissaris van de Koningin. Maar ik wist al dat Jan van Zanen het moest worden. Ja, ja, ja. En de huidige voorzitter van de huidige burgemeester, het heet Jan van Zanen. Is een VVD'er. En het is niet helemaal mijn kleur, maar als je dan toch een VVD'er moet hebben, kan je hem wel hebben. Hij doet het wel leuk, hè? Nou, het is een hele liberale man, snap je? Ja. Een echte ouderwetse liberaal. Dus niet zo een die ja... Maar even, goed, hoe het ook zei, ik wist dat hij het zou worden. Dus, en het is dan ontzettend leuk om te solliciteren. En dan tegen de commissaris van de Koningin te zeggen... Hé, eindelijk word ik je serieus genomen. Want u heeft een reputatie dat u onkreukbaar bent. Dus ja, u draagt mij voor. En zo'n man zie je dan zo'n rood hoofd krijgen. Ja. Want zijn partijgenoot moet het worden. Ja. En hij weet dat ik het weet. En dat is zo leuk. Ja. En dat vind ik dan wel leuk. En dan wordt het twee keer wordt het, hebben we een hele slechte burgemeester gekregen. Waarbij Aleid Wolfsen natuurlijk de meest tragische burgemeester was. Die, nou ja, ik hou niet van homo-haters. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ja. Ik hou ook niet van mensen die menen, omdat er een onaangenaam stukje over in de krant staat, de hele krant te laten vernietigen, de hele oplagen. Dat, ja, maar jij hebt ook eens een keer een proces aangespannen tegen onze krant, hè? Ja, en dat had ik, eigenlijk moeten winnen. Ja, ja, goed, daar denken wij natuurlijk anders over. Nou ja, wie zijn wij? Praat jij nu eens paralysisch? Maar eens, de redactie ja, van de krant. Ja, moet je luisteren als een hoofdredacteur van jullie, die trouwens geen lid mag worden van van de club van ex-hoofdredacteuren van Max Snijders bedoel je? Max Snijders. Daar was ik vriend van. Ja, dat klopt. Daar heb je nog geoefend, hè, bij hem in de kelder, geloof ik. Ja, Max Snijders was een hele fatsoenlijke, degelijke hoogleraar journalistiek. Maar ik heb nog even rondgevraagd bij de mensen die er toen de tijd ook zaten. Die zeggen, ja, Henk Westbroek had als columnist constant op iedereen en terecht misschien wel kritiek. En toen hij zelf had aangepakt, toen... Dat is niet helemaal waar. Ja, zo ervaren zij het. Ja, ja. Er zijn ook mensen die... Die stront als de geur van stront was lekker en van nee hoor. Er was gezegd dat ik in jouw krant. Er was toen de affaire Bram Peper speelde. Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren. Bram Peper, die had een bonnetjesaffaire. Die had allerlei dingen. En die is burgemeester afgeraakt in Amsterdam, in Rotterdam. En jouw krant had besloten dat, omdat onderzoek verricht was, net toen ik zelf ontslag genomen had als columnist, dat ik me ook schuldig gemaakt had aan corruptie, à la Jos van Rij, omdat de journalisten die bij jullie werkten niet één declaratie van mij konden terugvinden nadat ik gevraagd heb in het gemeentelijk bestand. Dus ik had ze allemaal laten verdwijnen. En niemand kwam op het idee, voorpagina-artikel, ik was dus corrupt, dat ik misschien nooit iets gedeclareerd had. En toen dat later bleek, dat ik nog nooit een dubbeltje gedeclareerd heb in mijn leven, toen stond op pagina 37 en toen ging jullie toenmalige hoofdredacteur nog even door. Toen dacht ik, nou ben jij aan de beurt. Ja. Je hebt het niet gered, die rechtszaak. Ja, dat is. Kijk, je mag in Nederland natuurlijk ongeveer zeggen wat je wil. Maar ik vond het wel leuk om hem aangepakt te hebben. Ja. Zo nu dan moet je ook eens dingen uitdoen uit beginsel. Daar heb ik een groot respect voor. Ja. Wat ik net zei voor SP. Ik bedoel, ze hebben toch beginselen, weet je. En wie heeft dat tegenwoordig nou nog? Nog één dingetje. Vorige keer zat hier Leonard Ornstein, journalist van het Parool. Oh, ja. Die interviewde Thierry Baudet. En eigenlijk had je volgens mij liever Ornstein op deze plek gehad. Ik had liever Ornstein gehad, ja. Ja, want daar had je ook nog zo'n principieel akkefietje mee. Ja, maar dat heb ik... Meneer Ornstein, die had mij voor alle duidelijkheid... Er zat in de gemeenteraad een meneer die heette Ornstein. En dat was een VVD'er. En die man was hemeltje tergend rijk. En dat was de enige VVD'er waar ik het goed mee kon vinden. Dat was een Joodse man en die was kunstliefhebber en dat ben ik ook. En wij gingen wel eens samen. En hij was kinderloos. En die had een neef en die neef heette Leonard Ornstein. En er waren wat miljoenen te verdelen. Dus die neef die dacht, weet je wat ik doe? Ik ga die Westbroek voor Vrij Nederland helemaal... kapot. Dus er waren allerlei afspraken gemaakt. Ik zou een stuk van tevoren mogen inzien. Ik heb een grote verzameling boeken. Want hij heeft jou geïnterviewd door een tijd met je op te trekken, hè? Ja, 48 uur. En ineens was hij het
was hij de bandopname kwijt. Hij had ook gezien dat ik Mein Kampf in mijn boekenverzameling had. Wat ik toevallig nou net niet had toen hij er was, want ik had het uitgeleend. Ik verzamel historische boeken. Ik heb ook alles van Trotsky en van Churchill. Mag toch? Het zijn mensen die belangrijk geweest zijn. Van hele akelige dictators in het verleden. Ja. En dat is wel interessant om dat te lezen, hoe zij denken. Maar in ieder geval, die meneer die had mij als een soort halve fascist geportretteerd. Dus kreeg ik. En die was ontzettend blij dat hij nu misschien de erfenis van meneer Ornstein kon gaan innen. Want dat was zijn motief, volgens meneer Ornstein, de oude zelf. Hè? Die zei dat zelf, ja. En ik heb hem een proces aangedaan. En ik heb zowel gewonnen bij de Raad van de Journalistiek. En 5 jaar later was de tijdelijk hoofdredacteur van Vrij Nederland, Hendrik Jan Schoon. En die belde mij op. Ik heb die man nog nooit ontzien. Die zei van, ik heb het dossier gelezen. Ik schaam mij diep. U krijgt van mij, als u dat niet vertelt aan iedereen, €22.500 voor alle proceskosten die u gemaakt heeft. Ik zeg, ik zal het nooit vertellen. Maar hij is dood en het is keurig over mijn rekening. En ik heb excuses van Hendrik. En die meneer die mag hier blijkbaar zo nu en dan iemand interviewen. Het is een klasbakkerij hier. Ja, ja, zeker. Even genoeg over politiek. En volkomen verloren, hè? Ja, dat zei je. Ja, precies. Ja. Je bent landelijk vooral bekend geworden met het goede doel. Ja. Met je liedjes voor kinderen voor kinderen. Denk aan Henk, jarenlang DJ geweest. Wat doe je nu nog allemaal? Nou, ik doe eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik werk voor RTV Utrecht, maak ik elke week een programma. En als enige mag ik zelf bedenken waar het over gaat. Dus de ene week gaat het over, bezoek ik een sterfhuis. En de volgende keer gaat het over het mest of zo. Ja. Mest, ja, heb ik ook gehad. Weet je, dus, er zijn van die dingen, daar moest ik daar net een beetje om lachen. Want deze discussie speelt al 30 jaar, hè. En die duurt ook nog wel 30 jaar, denk ik. En het is hetzelfde dat je zeker weet dat over 2 weken IJsmeester Kroes weer op televisie komt te zeggen dat de kans vrij groot is dat dit jaar de 11 steden toch doorgaat. En als de eerste lammetjes komen, komt er in de vrouwenbladen een verhaal dat borstvoeding toch beter is dan flesvoeding. Er zijn momenten in het jaar waarop je zeker weet wat er komen gaat. Ja. En dit vind ik ook zo'n discussie. Dat vind ik wel grappig. Ja. Dat vind ik wel grappig. Maar goed, je maakt dus dat programma bij RTV Utrecht nog? Maak ik een liedje op. En dat komt op YouTube te staan. Dat betaal ik allemaal zelf. Op mijn verjaardag, als ik 66 word, het had eigenlijk in december klaar moeten zijn, maar ik werd een beetje ziek, het kwam er niet van. Dan heb ik 12 liedjes en gemaakt met de meest hippe mensen ook in Nederland. Ja, dat zegt Mr. Polska, zegt u dat wat? Nou, dat is zo'n hele hippe rapper. Maar ook met van die artistieke jongens en met mijn vertrouwde componisten. En dan komt de 13 januari, dat is wel grappig, komt er dan een boekje uit, daar werk ik dan ook aan, met mijn 33 aardigste soloteksten, met 33 erotische tekeningen erbij. Okay, van wie? En dan denk je, ja, daar schrik je van. Oh. Van Jeroen Hermkens. Dat is de beroemdste naaktschilder van Nederland. Die heeft net een boek gemaakt, dat komt 1 deze dagen uit, met Arnon Grunberg. Die heeft die naaktschilderij, daar ging Arnon Grunberg in zijn blote reet naast zitten. Ja, lijkt mij vooral die vrouwen erg ontluisterend. Maar goed, het is. Die heeft daar dan een boek over gemaakt. En die Jeroen Hermkens bleek, wist ik ook niet, want ik ben niet zo'n fan van Arnon Grunberg. Ik vind het een geweldige literaire schrijver, maar als columnist een cliché bakken. Hij gaat stoppen, geloof ik. En terecht. Maar het siert, vind ik, de Volkskrant wel.
dat men zijn slechte de slechtste columnist op de voorpagina zit. Dat is wel lef hebben. En er zijn natuurlijk mensen die er anders over denken. Maar ik hou meer van Sea Salting en Bert Wagendorp. Ieder zijn smaak. Dus dat komt dan binnenkort rond? Ja, en 13 januari komt dat uit. En het blijkt, dat wist ik zelf niet eens, dat in heel veel liedjes van mij een lichte erotische verwijzing zit. En vaak heel indirect. En het was hem opgevallen. En jezelf niet eens? Nee, je schrijft maar wat. Ja. En je maakt een mooi liedje. En dat er wel eens een moment van milde erotiek of van uitgesproken geilheid ook in blijkt te zitten, is mij niet eens opgevallen. Nee, even tussendoor dan, hoe jouw liedjes tot stand kwamen, hoe je teksten vooral tot stand kwamen. Er is ooit, waar is hier de nooduitgang? Dat is ook gewoon gebeurd omdat je ergens in een kroeg iemand dat hoorde vragen. Ja, want ik zat in een café en dat heette De Vriendschap. Was vlak achter de hoofdredacteur van het Utrechtse Nieuwsblad, Max Snijder. Hele fascinerende man was dat. En die aardige man ook. En die had een... daarachter was een café, dat heette De Vriendschap. En daar ging ik wel eens koffie drinken. En 's ochtends, want als café was niet zo leuk. Ik kwam alleen maar uitgiftebuffet, dus tafeltjes. En ik zat daar bij iemand aan tafel koffie te drinken. Komen twee mensen binnen, die beginnen elkaar voor het hoofd te hengsten. En die meneer zegt tegen mij, waar is hier de nooduitgang? Ik denk, het liedje is geboren. En zo heb je heel veel dingen die je toevallig oppikt van mensen. Ik moest een liedje schrijven voor Ali B. Voor zijn programma. En het moest over moeders gaan. Oh ja. En ik kon er niet opkomen. Ik kon er echt niet opkomen. Liedjes over moeders. Ik had er twee geschreven. Ik heb twee moeders gehad. Ja. Dus ik had er al één gemaakt. Moeder-mama heette dat. Weet je, met twee moeders noem je het moeder-mama. En ik kon niks bedenken. En ik ben met een columniste van het Utrechtse Nieuwsblad, Marieke Dubbeldam. Ben ik in het zwembad, pierenbadje met kleine kinderen. En ineens roept zo'n heel klein kind, mama. En 100 moeders kijken allemaal. Want al die kinderstemmetjes lijken op elkaar. En toen bedacht ik, alle moeders heten mama. En dat is een heel leuk liedje geworden. En dat was gewoon door een beetje op te letten. Ja. En als je dan eenmaal de hoek hebt, de haak waarop je het jasje ophangt, dan ontstaat, en je bent geduldig. En ik zeg, geduld is mij niet zo gegeven. Ik ben heel ongeduldig. Dat deed mij in de politiek ook veel kwaad. Ja. Weet je, ik werd zo gek van hoe lang het allemaal duurt. En hoe stroperig. En dan krijg je het woord duurzaam weer voor je oren. Ik zou je één voorbeeld geven. Kent iemand het programma Spijkers met Koppen toevallig? Dat is in een straat in Utrecht. En in die straat in Utrecht, de Nobelstraat, De Nobelstraat, is een smalle straat met een fietspad. En vlak voordat ik ook de stadsregering inkwam, tussen mij een partijtje, iemand van wethouder had bedacht dat vanwege het gebrek aan ruimte dat de lantaarnpalen op het fietspad moesten staan. Aan de zijkanten van het fietspad, maar toch. Dan rijden daar mensen en gek, maar mensen verwachten toch geen lantaarnpalen op een fietspad. Dus daar gebeurden veel ongelukken. En daar had ik me een beetje tegen verzet, maar ook de oplossing gegeven. Ik zei, daar heb je een smalle straat, dan hang je een draadje en in het midden daarvan hang je een lamp. Gebeurt over de hele wereld. Het heeft 4 jaar geduurd voordat het zover was. En we hadden de wethouder van lampen. En daar word je heel erg moe van. En je hebt zelfs een hele studie gemaakt van lantaarnpalen, hè? Ja, lantaarnpalen zijn mijn hobby. Ja. Ik zag mensen hebben postzegels verzamelen, voetballen, maar jij lantaarnpalen. Nou ja, er zijn in Nederland, het is wel leuk, want ik kwam net in het Herpen uit. Ja. Kruisstraat 15 Herpen is een woonhuis. Tom Tom was in de war. Ja, dat ben ik ook wel eens. En een hele aardige mevrouw woont daar trouwens. Als je dan vraagt, waar is dit? Dan legt ze dat keurig uit. Het is 9,5 kilometer verderop. En die hebben hele interessante lantaarnpalen. Die lopen zo. En dan zit
hier een hele lichte knik in. En er zijn... Beetje kunstig. Leuke is, er zijn in Nederland... De aluminium lantaarnpalenfabriek zit in Utrecht. En daar zijn bijna 2500 verschillende modellen lantaarnpalen. En elke keer als een gemeente lantaarnpalen nodig heeft... dan zou je denken, nou, je gaat kijken, je pakt er gewoon een mooie... Nee. Wij willen een unieke lantaarnpaal. Dus dan komt de 25... En die moet dan ontworpen worden van gemeenschapsgeld. En die lantaarnpalen hier in Herpen, die zijn zo... En die zijn heel oud. Er zit hier een heel klein knikje in. En dat is dan waarschijnlijk het nieuwe. Die heb je in ieder geval nooit ergens gezien. En dat, om dat te ontwerpen, moeten de mallen gemaakt worden. Moet een design erbij komen. Dus je lantaarnpaal, in plaats van als je hem gewoon vanaf het schap koopt, kost hij, ik zeg maar wat, 100.000 euro. Dan kost hij ineens 5.000 euro. Maar zo'n wethouder, die geilt dan ontzettend op zijn eigen... bij mij in de stad staan unieke lantaarnpalen. En lantaarnpalen is een uitvinding van Antonie van Leeuwenhoek, een beroemd schilder ook. Een Amsterdamse man. En de eerste straatverlichting ter wereld was in Amsterdam. En het tweede was in Londen. En het derde was in Utrecht. Het over elektrische straatverlichting? Nee, dat was met kaarsen. Ja. En dan denk je, waarom was dat nou? Nou, vroeger, en we hebben het over de 17e eeuw... was het pikken donker in de stad. Ja. En er werden vrouwen verkracht. En er werden berovingen gepleegd. Dus de straatverlichting was in eerste instantie een poging om de veiligheid op straat... Eerst pas konden mensen zien waar ze liepen. En in de tweede plaats, het hield boeven en verkrachters een beetje weg. Ja. En dat is ook het interessante van straatverlichting, is dat je eigenlijk twee opvattingen hebt. Er zijn mensen die zeggen, nou, straten moeten goed verlicht zijn. Voor de mensen, dat vrouwen zich in het donker niet verloren wanen. En zijn mensen zeggen, ja, maar denk eens aan de vogeltjes. De lampen moeten allemaal uit. En dat vloekt. Ja. En dat merk je in de politiek ook. Ik zat net in de politiek en een van de dingen waar ik nooit bij nagedacht had. Echt nooit van mijn leven. En daar loop je dan tegen en dan weet je niet hoe je het op moet lossen. Er kwam de vereniging van... van blinden. En de vereniging van blinden, die wilde dat dan overal waar oversteekplaatsen waren, dat je dan met je stok kon tikken en dat het dan... Ja, en dat op de oppervlakte. Ja, en dan kon je ook nog horen dat daar een oppervlak... Snap je? Ja. Er moesten wel zo'n markering tussen stoep en weg zijn. Ja. En toen kwamen de mensen die de belangen van de mensen met rollators behartigden. En die zeiden, nee, dat moet weg. Ja. Want dan kunnen wij kunnen heel moeilijk van de stoep de weg op. Dus ineens denk je, voor wie moet ik nou kiezen? Voor de mensen die slechte been zijn of voor de mensen die slecht kunnen zien? En die willen allebei iets anders. Dat is ook een beetje, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, het probleem van de... Je weet soms niet wat je doen moet. Je doet het toch nooit helemaal goed. Je doet het je doet het sowieso nooit goed. Maar soms is het heel moeilijk om te kiezen wat je moet doen. Ja. Dan denk je de meeste stemmen gelden misschien? Nee? Ja, maar weet je, als het dan... Nou, over dat soort dingen... Nee, daar ben ik niet voor. Nee. Nee, in Utrecht heb ik twee dingen bedacht en die ingevoerd zijn. Dat zijn de culturele zondagen. Nog steeds een succes, dat moet ik meteen grootste succes, beamen. Ja. Dat is heel simpel. In plaats van koopzondagen doen wij culturele zondagen. Dan kan je gratis en voor niks. Het heeft elke maand een ander thema. Kan je overal naartoe. En de ene keer kan het plingplong muziek zijn. Een week daarna kan het kinderliedjes zijn. Dan kan het moeilijke gedichten zijn. En dat is een mega succes. En het is nagevolgd in heel veel. En het andere waren de wijkraden. Heb ik ook geïntroduceerd. En dat is een drama geworden. En Je wordt niet naar geluisterd, geloof ik, hè? Wordt niet naar geluisterd, geloof ik. Nou ja, wat er gebeurt met die wijkraden is... Het tegendeel... Nee, er wordt niet naar geluisterd. Maar waarom wordt er nou niet naar geluisterd? We hadden het vrij slim bedacht. Je zegt, er is een wijkraad. Je mag daar en daar mag jij over praten. Er zijn ook een hele hoop dingen waar je niet over mag praten. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de riolering. Ja, want die loopt door de hele stad heen. En ja, die is wijkoverschrijdend. Dan zeg je tegen zo'n wijkraad, wij willen de riolering gaan vernieuwen. Wilt u daarover meepraten? Ja, dan...
Nou, zegt die wijkraad in Houding, mag die niet. Maar bij ons alleen maar op eerste en tweede kerstdag de straten open. En dan zegt die andere wijk, ja, maar dat komt ons niet uit. Dus daar moet je mensen niet over laten beslissen. En als je dat wel doet, dan krijg je de situatie dat mensen heel gefrustreerd worden. Want ze mogen iets zeggen over iets waar ze uiteindelijk niks over te beslissen hebben. En daarom is dat mislukt. Maar juist omdat je mensen over alles een advies vraagt en geen enkel advies serieus neemt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is dood en doodzonde. En je moet mensen niet... Kijk, dan krijg je van die toestanden die we vast met die nieuwe minister hadden, olie nokkie wat. Die zei, je moet mensen niet de indruk geven dat ze wat te zeggen hadden. Longeren bedoel je? Ja, toen ze net de referenda had afgeschaft. Ja. Wat overigens een D66-idee was. Ja. En ik heb dat bij Lever Utrecht gejat. Ja. En daar deed je... En ik moet je heel eerlijk, en het was toch wel leuk dat iedereen die daar tegen was. We hadden toen een stadsregering. PvdA was er tegen, VVD was er tegen, CDA was er. Maar ze zeiden allemaal, oké, het is onderdeel geworden van het compromis dat we gesloten hebben. Dus wij gaan dat uit en wij houden ons met z'n allen. Daar tekenen ze ook voor. En vervolgens deze het niet. Maar c'est politique. We komen toch weer op de politiek. We komen steeds op de politiek uit bij jou. Hè? Dus of we het over politiek, muziek hebben. Ja, over weet je, politiek, ik heb ook heel veel politieke liedjes. België zelfs een politiek liedje, als je goed luistert. Ja. En kijk, ik ben me dat later pas gaan beseffen, moet ik eerlijk zeggen. Toen ik ouder werd. Kijk, je hoeft je natuurlijk niet met de politiek te bemoeien. Mijn halve familie heeft nog nooit in het leven gestemd. En je mag het allemaal heel oninteressant vinden, maar de politiek bemoeit zich wel met jou. De politiek bepaalt uiteindelijk, als je geboren bent in Nederland, hoe het met de medische opvang van moeder en kind is. En als je doodgaat, bepaalt de politiek hoe je begraven moet worden. In Nederland is er trouwens in een wettelijk voorgeschreven lijkenzak. Ja. En als je ingewikkeld wil worden, moet je daar een ontheffingsvergunning voor vragen. Dus je hebt, weet je, en in de tussentijd bepaalt de politiek wanneer je met pensioen gaat, wanneer je met de auto mag rijden, wat je betaalt voor je opleiding, hoeveel belasting je betaalt, hoeveel van die belasting bepaalde mensen niet betalen. Dus de politiek bemoeit zich constant met jou. Maar, en daarom is het verstandig je ook met de politiek te bemoeien, vind ik. Tuurlijk, ja. Maar één ding bepaal jij nou altijd zelf. Wanneer je stopt met muziek, met je carrière, met je werk. En ik heb begrepen dat je biografie en je laatste cd die van die 13 nummers komt, geloof ik, hè? Ja. Dat wel een beetje het laatste is wat je wil doen. Nou ja, wacht even, daar ben ik toch weer van teruggekomen. Oké. Want ik zeg altijd maar zo, je bent geen slaaf van je eigen opvattingen. Nee, die heb je zelf omarmd en die mag je ook zelf... ik heb besloten nu, daar ben ik al mee bezig, ik ben een kinderboek aan het schrijven, ik ga nog een kookboek schrijven en ik ga met die mollige meneer die daar met die bevallige vrouw zit, samen een boekenuitgeverij beginnen voor kunstboeken. Okay. En er hoeft geen winstoogmerk te hebben, gewoon boeken die wij leuk vinden dat ze bestaan. Ja. En dus dat kan alles zijn. Ja. En dat gaan we dan 6 boeken per jaar van uitgeven. En dat moet dan... De bedoeling is dat er geen geld bij moet. Want ik heb geen pensioen namelijk. Nee. Dat had ik wel, maar en je belooft dat hebben de bangen. Je belooft ook in je laatste... In je biografie dat er hele leuke anekdotes in staan. Dat kan ik in ieder geval alvast beamen. Maar dat je de allerleukste bewaart voor de tweede. Dat is een grapje van degene die het schreef. Okay. Ik weet niet of er een deel 2 komt. Die zou ontzettend veel leuke dingen kunnen vertellen, maar... Het is bijvoorbeeld, mijn hele biografie is seksloos. Oh ja, dat is waar. Er staat helemaal niks over seks in. En ik ben sociaal seksuoloog. En daar kan ik er nog wel een paar leuke dingen over vertellen. Bijvoorbeeld, al was het maar wie zich allemaal omhoog geneukt hebben in het Hilversumse. Precies. Het Hilversumse, ook de Gooise matras bedoel je. Dat vind ik altijd zo hypocriet, hè. Nou heb je zo'n MeToo-discussie en terecht, hoor. Daar gaat het allemaal om. Maar iedereen doet net alsof het uit de lucht komt vallen. Ja. En iedereen die daar ooit rondgewandeld heeft, weet dat het altijd zo geweest is. Ja. En dat er mensen waren van... laat ik nu geen naam, dat is voor deel 2. Die zich echt letterlijk omhoog geneukt hebben. Ja. En soms met succes en soms met wat minder succes. Maar goed, niet geprobeerd is altijd misgeschoten, weet je. En...
En dat is altijd onderdeel van het systeem geweest. Ja. En dat wist ook iedereen. Ja. Iedereen wist dat als je bij Radio 3... als vrouw een beetje omhoog wilde komen, zoals onder andere Sylvana Simons, dat het wat hielp als je eens leuk in de ogen keek van iemand. Ik zou er best lang door willen gaan, en, zeker nee, over Sylvana Simons. Nee, maar ik bedoel, het is er één. Ik bedoel, ik kan zulke stapels noemen. Precies. En van haar weet ik het toevallig niet helemaal zeker. Oh, dat is maar, het verkeerde voorbeeld. Maar ik denk, nou ja, goed, het is makkelijk uit te zoeken. Ja, het is ze voor mij wel. Maar het heeft, dat heeft altijd zo gewerkt en geopereerd. En mensen doen dan net alsof ze het niet wisten. Nee. Ik bedoel, Matthijs van Nieuwkerk had bij zijn voorgedekte decor een opkamertje, weet je. Voor alle stagiaires. En die vonden het allemaal prima. Ja, ja. Dus er was ook niks aan de hand. Dat wist iedereen. Ja. Zullen we dat voor een tweede boek bewaren? Want het eerste is hier geloof ik ook te koop, hè? Ja, ik dacht, en het is een wel een heel leuk boek hoor, zeg je al. Ja. Nou, ze liggen daar. En ik doe nog een handtekening ook, en dat is de uitgever, die moet er toch al zoveel geld bij leggen. En het is, dat is een... Ik ga je onderbreken, Henk, want ik hoor voor de derde keer het muziekje, we moeten echt dringend gaan stoppen. Zijn we net begonnen, en hebben we nog minder tijd dan over de... Nou, ik ben bang dat we alweer langer hebben ze te kletsen. Over de mest overschotten. Ik denk dat we al langer hebben ze te kletsen, maar nee, we doen het de volgende keer nog een keer. Vond het heel leuk, dankjewel. Dankjewel. Denk je dat geld in moment van geluk is alles wat telt? En daar zie je het boek voor de matsprijs van 1990 komen. Al 50 jaar kampt Nederland met een mestprobleem. Nederland zit tot over de oren in de stront. En daar lijkt maar geen einde aan te komen. De bevolking pikt het niet meer. De weerstand tegen megastallen neemt alsmaar toe. In Os is er stevig verzet tegen de komst van een mestfabriek. Vandaag in Zout twee oud-wethouders uit Os die het mestdossier van haver tot gort kennen. Maak uw aandacht voor Hendrik Hoeksema en Henk van Gerven. Ga zitten waar je wil. Je mag ook daar zitten. Misschien is het trouwens voor de mensen die achterin zitten helemaal. Ik snap dat die stoelen heel fijn zitten. Voor het programma is het misschien wel leuker als hij iets dichterbij komt zitten. Ik zie weinig beweging. Blijf lekker zitten. Ja. Heren, welkom. Ja, goedemiddag. Goed om jullie hier te zien. Ja. Fijn dat jullie er ook zijn. Hendrik, jij kwam uit het noorden. Ik kwam uit het hoge noorden. Ja, daar hadden wij Sinterklaasweekend. Nou, de weg hier naartoe duurde iets langer dan... Maar goed, 3,5 uur en het was wel mooi om te zien over. Ja, het is prachtig. Als je toch maar 30 kilometer kan op de snelweg dan... is het ook wel gewoon leuk om even te kijken hoe het landschap mooi wit wordt. Dus, En Henk, nog problemen gehad onderweg? Ja, nou ja, ik ben vannacht maar teruggereden. Ik zat in Steenwijk. En ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Dus, en vannacht om 12 uur was het lekker rustig. Wel sneeuw, maar ik kon toch goed thuiskomen. Dus we zijn er. Fijn om jullie al bij een tafel te hebben. Ja, ik zei het al in de aankondiging, oud-wethouders. Om even mee te beginnen, Hendrik, wat doe jij tegenwoordig? Ik werk bij de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Hè. Dus een vereniging van en voor boeren. En daar ben ik, wat is de officiële benaming, programmaleider transitie. Dus ik mag al 2,5 jaar, dat is inmiddels zo, ja, 2,5 jaar. Mag ik gewoon meedenken over, er verandert op dit moment ontzettend veel, hè, daar gaan we straks nog over praten. Op het erf van onze leden, van onze boeren en in de omgeving. Er is ontzettend veel aan de hand. Elke dag staat er wel iets in de krant. En ik mag ons bestuur meehelpen, adviseren over hoe ziet nou die toekomst van de landbouw in Nederland eruit. Maar vooral, wat betekent dat voor onze leden? Wat betekent dat nou voor de boeren? Nou, daar hou ik me vooral mee bezig. En dan puur de transitie? Want er spelen natuurlijk nogal wat belangen. En ik ken jou hier als wethouder van Os. Hè. Heel erg ingezet op de duurzaamheid vooral. Dat was een kernpunt. Hoe verhoudt zich dat met deze... Kijk, weet je, ik, toen ik stopte als wethouder... toen dacht ik van, goh, wat zou ik nou echt nog willen? Hè? Ik heb in die 9 jaar dat ik bijna wethouder was... heb ik eigenlijk twee groepen mensen leren kennen... als echt zeer betrokken vakmensen. Hè, bij de samenleving, maar ook gewoon bij hun beroep. En daar waren mensen in de zorg. Echt ongelooflijke vakmensen en heel betrokken bij het wel en wee van hun cliënten, maar ook gewoon met de samenleving. En dat zijn ook echt wel boeren. Ik had ook landbouw in mijn portefeuille.
En ook boeren zijn echt ongelooflijk betrokken vakmensen in het algemeen. Ja. Bij hun boerderij al veel generaties. En ik had zoiets van, ik wil ook nog wel iets. Tegelijkertijd zag je die enorme druk op de sector. En ik had zoiets, ik wil ook mijn steentje nog wel bijdragen aan de verduurzaming van die landbouw. Nou, waar kun je dan uiteindelijk het beste doen? Hè? Je kunt aan de kant blijven staan. Maar ik had zoiets van, nou, dat kan ook gewoon binnen de sector zelf. En dat is ook wel mijn ultieme drijfveer om te kijken. Van, er zullen een aantal dingen anders moeten. Die sector moet verduurzamen. Denk van, nou, waarom zou je dan ook gewoon niet bij de boerenorganisatie zelf gaan werken? En daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. En ik moet zeggen, vanaf de dag dat ik instappen kan, niet klagen dat er niks aan de hand is, zomaar zeggen. Nee, dus er liggen haakjes genoeg om aan die verduurzaming te werken. En ja, dat doe ik met ontzettend veel plezier. Want ja, ik bedoel, we moeten uiteindelijk allemaal eten. Dus het is wel gewoon een ongelooflijk belangrijke sector om daar ook gewoon dingen in te veranderen. We gaan het straks natuurlijk over hebben. Henk, voor jou dezelfde vraag. Kamerlid af en nu? Ja, nou ja, ik ben mantelzorger voor mijn moeder. Die is dementerende. En nou, iedereen weet dat daar ontzettend veel bij komt kijken. Dus er is ontzettend veel te doen ook in de ouderenzorg. Dus ja, dat is eigenlijk dan een geluk bij een ongeluk. Hè, dat je toch iets meer tijd hebt om dat goed te organiseren. Daarnaast werk ik voor de SP zeg maar in Amersfoort. Aan een project om de verschillen zeg maar, tussen rijk en arm kleiner te maken. Het is natuurlijk van de zotte of eigenlijk onverteerbaar dat als je rijk bent, dat je dan 5 jaar langer leeft. Of wel 14 jaar langer in goede gezondheid ten opzichte van iemand die arm is. En ja, ik ben bezig dus om voorstellen te maken om die verschillen kleiner te maken. Want het feit dat je in een bepaalde wieg geboren bent, mag eigenlijk er niet voor zorgen dat die verschillen zo groot zijn. En ik ben weer voorzitter van de Osse afdeling van de SP. En volop bezig met de verkiezingscampagne. En dat is natuurlijk ook nodig, want ik denk dat, ja, als je zo de ontwikkeling van de laatste tijd ziet, ik denk dat Os het huidige college van VDG en CDA en VVD wel zat is. Al die toestanden rondom de centrumplannen, om maar één ding te noemen. Elke week een ander plan. En het schijnt steeds duurder te worden en de tekorten steeds groter. Dus er is volop werk aan de winkel. Dus de campagne is begonnen, Henk? De campagne is volop begonnen. En ja, ik denk dat het goed zou zijn als wij weer in de dubbele cijfers komen. We hebben nu 9 zetels. En ja, we gaan natuurlijk voor 10 zetels of meer als SP. Om er ook echt weer in dat Osse college te komen. Want ik denk dat het hard nodig is. Nou, daar gaat het volgende gesprek misschien wat aan doen. Kijken hoe jullie daaruit komen. Eventjes kort voor jullie beiden dan. En vul elkaar graag aan. Want op dit punt ja, denk ik dat jullie het wel eens zijn. Of althans dezelfde historie kennen. Wat is nou eigenlijk het wezen van het mestprobleem? Hoe is het ontstaan? Ik begin met jou, Hendrik. Als jij iets wil toevoegen, Henk, doe dat vooral. Het wezen van het mestprobleem. Kijk, die ligt denk ik al heel ver terug. Hè, als je, ik controleer het, want ik heb hier alles staan. Oh, je hebt alles staan. Nou, ik denk dat het ergens zo begin jaren 60, hè, 50, 1950, 1960, maar vooral vanaf 1960... hebben we gewoon met elkaar een aantal keuzes gemaakt over ons landbouwsysteem, hè, en over onze boeren. En zijn we ons gaan specialiseren, zeg maar, in de sector. Nou, dus er heeft een sterke specialisatie plaatsgevonden. Schaalvergroting is vanaf de jaren 60 in gang gegaan. Ja, Mansholt. Mansholt onder andere, maar er lagen ook hele nadrukkelijke keuzes aan de grondslag. Hè. Ik bedoel, we hadden natuurlijk de oorlog gehad en nooit meer honger enzovoort. Er zijn toen een aantal hele weloverwogen keuzes gemaakt. Zeggen we, dat willen we eigenlijk nooit weer. Toen is er voor die schaalvergroting efficiëntie, specialisatie gekozen. Dus vanaf de jaren 60 zie je dat dat systeem veranderen van schaalvergroting. Hè. Het aantal boeren, het was het 400.000 in die tijd van 1950. Nou, we zitten nu nog op 50.000 boeren, dus kun je nagaan wat er in die tijd veranderd is. En daaraan gekoppeld is ook die ontwikkelingen van schaalvergroting. Daar kwamen meer dieren in Nederland. En uiteindelijk heeft dat tot een aantal stukken wetgeving ook geleid. Hè. We hebben de interimwet gehad. Rondom de varkens en de kippen, ergens 84 of zo. We hebben de Minas gehad, mineralen, afgiftesysteem, die wetgeving. Meststoffenwet, kaderrichtlijn water. Allemaal dat soort ontwikkeling van wetgeving die ook geprobeerd heeft om in die zin paal en perk aan die groei te stellen. En dat is vanaf een bepaalde periode overigens ook wel gelukt, hè, als het gaat over het aantal dieren. Maar als je de essentie van, zeg maar, waar we nu zijn, heeft te maken met een aantal keuzes zeg maar vanaf de jaren 60. Wat toen in die tijd overigens ook wel begrijpelijk was, volgens mij. Ja. Is er een beetje een beeld dat klopt in jouw optiek, Henk? Dat klopt. Ik heb nog eens even gekeken. Het is toch het mestoverschot, ik geloof in Brabant, 9 miljard kilo.
9 miljard. Het zijn toch onvoorstelbare hoeveelheden. En dat heeft alles te maken ook met de start zeg maar, na de oorlog. Van geen honger, alles op de productie. Maar het heeft ook te maken met het kapitalistische systeem. Kijk, Mansholt heeft daar niks aan gedaan. Ze hebben dat georganiseerd dat er massaal geproduceerd kon worden. Maar niemand heeft gezegd, wat hebben we nu feitelijk nodig? En dat heeft geleid tot een gigantische overproductie. Veel te veel dieren, veel te veel mest. De uitputting van de grond, de vervuiling van de grond. Kijk naar de grootschalige mestfraude bijvoorbeeld. Boeren die hun mest niet kwijt kunnen. En dat systeem is totaal ontspoord. En daarvoor betalen wij nu een hoge prijs. Hè, als het gaat over milieu, als het gaat over natuur, als het gaat over gezondheid. Maar dat is natuurlijk niet iets wat, hè, want ik geef het net aan vanaf de jaren 60, maar dat geldt voor ons. Jij noemt dat het kapitalistische systeem, maar dat geldt natuurlijk voor alles wat we vanaf de jaren 60 gedaan hebben. We kunnen zelf naar ons kijken. Als je kijkt hier naar de bodem en de bodemvervuiling als gevolg van de keuzes die we ook in ons industriële systeem hebben gemaakt. Hè. Volgens mij, ondanks de SP, hangt nog zijn ontstaansgeschiedenis daaraan. Hè. Als je kijkt wat er hier aan vervuiling in de bodem zit en wat we aan industriële groei in ons hebben meegemaakt, hè, even in de niet-agrarische sector, dan zie je in het hele kapitalistische systeem, ons hele economische systeem, zie je keuzes op basis van efficiëntie, schaalvergroting. Ja, maar er is, maar er is een... Kijk, er is dus het is niet soort... iets wat SEC alleen voor de boeren is. Nee, dus zeker niet. Maar de boeren die zitten wel in dat systeem. Zeker. En er is een ideologische verdwazing, of hoe moet je het noemen? De fixatie op dat kapitalisme, dat vrijhandel, dat goed zou zijn. En kijk eens naar de afschaffing van het melkquotum. Er was Europees geregeld, we mogen niet meer melk produceren dan zoveel. Dat is losgelaten. En de dag erna begonnen boeren koeien bij te zetten. En binnen een jaar zaten we weer in een nog grotere shit, zeg maar, om het letterlijk te zeggen. En dat was voorspeld, dat had men aanzien komen. En we moeten dus toe naar een systeem waarbij dus dat ongebreidelde groei en de fixatie op winst maken tegen zo min mogelijk kosten, dat wordt doorbroken. Want dat is de enige manier om het probleem echt fundamenteel op te lossen. We gaan dus straks nog over allerlei oplossingsrichtingen praten. Maar ik denk ook wel dat het, los ook van de ontzettend vele nadelen die het heeft, het systeem waar uiteindelijk wij voor gekozen hebben, vind ik het ook altijd nog wel goed om even te benadrukken dat we die afgelopen 60, 70 jaar ook met elkaar, hè, ook zoals wij hier zitten, zoals jij hier zit en de zaal hier zit, ook ongelooflijk veel genoten hebben, zullen we maar zeggen, met de keuzes die we gemaakt hebben. Je kunt er heel veel van zeggen, maar we hebben ook iets gezegd over nooit meer honger en de prijs van voedsel. Nou, dat kun je oorzaak en gevolg door elkaar gaan halen, maar het heeft ook wel een aantal dingen gebracht. Ik vind ook dat we dat wel eens mogen benoemen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het huidige systeem op dezelfde manier door moet gaan. Daar moeten we straks maar over praten. Ik vind ook wel dat we dat inbrengen. Maar de oorzaak ligt echt in de keuze die we gemaakt hebben. Dus dat betekent ook dat je uiteindelijk met elkaar, dat we als samenleving, met boeren, met de politiek, als we dat willen, ook een aantal andere keuzes kunnen maken, waarin we uiteindelijk misschien over een over 20, 30 jaar, een aantal generaties verder zeggen, nou, we hebben toen een aantal keuzes gemaakt voor verandering van het systeem. En dat heeft gewoon geleid tot een systeem wat voor die boer beter is, maar ook wat voor het milieu en de omgeving beter is. Want dat kan wel. Dus dat is... Even terug naar een aantal cijfers die jij straks noemde, zoals ik die ook heb gezien. We zijn al vanaf de jaren 60, 400.000 boeren. Het zijn er namelijk 50.000. Tegelijkertijd is er dus meer mest. Nou, dat is een direct resultaat van die schaalvergroting geweest dus. Ondertussen is er dus met dat hele mestprobleem, zijn wel dingen gebeurd, maar niks structureels dus. Nee, want je kan... Kijk, de mestfabriek, dus het verwerken van mest, lost natuurlijk het structurele probleem van die overproductie niet op. Het maakt eigenlijk overproductie makkelijker. Het is symptoombestrijding. Het is symptoombestrijding. En het zal er niet toe leiden dat boeren zeg maar minder gaan produceren. Wat echt nodig is. De enige oplossing is minder dieren, minder productie. En dan heb je ook uiteindelijk minder mest. Laten we even het klimaatakkoord nemen. In 2030... Overigens geloof ik, die vind ik iets te simpel. Hè? Maar daar zou ik straks wel even over... Nee, maar we hebben afgesproken in 2030 een klimaatakkoord. Dat hebben de politiek, hebben landen gedaan. 50% minder CO2-uitstoot. Tegen de opwarming van de aarde. En dat betekent dus dat het aantal dieren, want dat is er dan eigenlijk aan gekoppeld, als ook de, zeg maar de veesector meedoet, dat moet met 40% terug. Varkens, koeien. De kippen met 20%. Dus daar moet gewoon keihard aan gewerkt worden. En dan is de oplossing van een mestfabriek is dus symptoombestrijding. Nee, we moeten toe naar een systeem dat boeren dus minder gaan produceren, terwijl ze daar toch, zeg maar, een fatsoenlijke boterham aan kunnen blijven verdienen.
En dat systeem moeten we in gang zetten. En daarbij past kan dat? Het is, jazeker, dat kan. Kom even terug, want jij wil... Ja, want ik vind het wel belangrijk om even aan te geven. We hebben een korttermijnprobleem op het gebied van mest. Dat is absoluut waar. We hebben gewoon veel te veel mest. Maar de politiek heeft ook gezegd, als het gaat over die mestverwerkingscapaciteit in Nederland breed, daar moeten we aan werken. We moeten een aantal van die plans gaan realiseren. Ik moet gewoon constateren dat tot op dag van vandaag gewoon daar weinig of geen invulling aan geeft. Nee, zoals dus ik heb een beetje in mijn... Dit speelt al een paar aantal jaar. Dus je ziet dat het verwerkingscapaciteit, daar wordt in Nederland weinig invulling aan gegeven. En ik geloof, als je naar de toekomst kijkt, dan geloof ik niet in de terugkeer naar een systeem waarvan je zegt van nou, we gaan terug naar een soort nostalgie-landbouw. Waarin we zeggen van nou, dat is de oplossing. Ik geloof veel meer in een landbouwsysteem die... naast het produceren van voedsel ook andere maatschappelijke problemen helpt oplossen. Hè, waaronder klimaat, voedselzekerheid, maar ook het vitaal houden van het platteland. En dan geloof ik niet in dat er maar één oplossingsrichting is in de zin van naar een kleinschaliger landbouw terug. Maar, dat is mag, één. Mag ik even iets vragen? Even af, Henk, ja. Ik geloof absoluut in dat als de boeren daarvoor kiezen dat ze met minder dieren een verdienmodel hebben in de verbreding, in de energie koppelen aan wind- en zonne-energie, dat dat absoluut een oplossing is. Tegelijkertijd vind ik ook dat we vooruit naar vroeger moeten, hè, zullen we maar zeggen. Dus er liggen heel veel oplossingen, ook op het gebied van techniek haalbaar, waarbij je met nieuwe stalsystemen uiteindelijk ook gewoon beter mest produceert. Want dat is ook een van de problemen. Hè. We hebben nu stalsystemen waarbij we verkeerde mest krijgen. Dus volgens mij moeten we ook naar de toekomst kijken, naar een systeem van het houden van dieren, waar het dierenwelzijn vergroot, maar waarbij je ook uiteindelijk betere mest krijgt. Hoe ver in de toekomst praten we dan? Hoeveel jaar? Ja, ik denk als je het huidige systeem wil veranderen, waarbij er uiteindelijk ook voor die boer gewoon een beter verdienmodel aankomt, dat zeker 1 of 2 generaties duurt. Dus ik zeg al, we moeten echt op de korte... Over 30 jaar zo? Nou, je moet op de korte termijn wel gewoon een aantal dingen rondom het gebied van mest oplossen. Want het is niet zo dat we met 1 vingerknip de hele meststapel met 40% of 50%... Even terug naar de schaalvergroting en de oplossing dan. De oplossing, ik zal hem zo nog even... Ja, kijk, ben je het ermee eens dat het aantal dieren, laten we als we de klimaatdoelen willen halen, met 40% terug moet? Want wat gebeurt er in de praktijk? Als je Huiber spreekt, de voorman van de ZLTO, die zegt ja, daar moeten we naartoe naar een evenwicht tussen de natuur en het houden van dieren enzovoorts. Maar in de praktijk zie je dat die boeren, als de kraan wordt opengezet, dat ze volop gaan produceren. We hebben het gezien met het loslaten van het melkquotum. Is het niet zo dat je dan zegt, dat kan je niet aan de markt en aan de boeren zelf overlaten, en dat je dus overheidsregulering nodig hebt om ervoor te zorgen Absoluut. Dat er op een fatsoenlijke manier geproduceerd wordt? Absoluut. En ik ben ook helemaal niet tegen ingrijpen vanuit de overheid. Sterker nog, ik denk dat de geschiedenis heeft geleerd dat je uiteindelijk gewoon wetgeving van een overheid nodig hebt om een systeem te kunnen sturen. Dat is absoluut, dat heeft de geschiedenis ook bewezen. Nou, wat de geschiedenis ook heeft bewezen, is zodra die regelgeving er komt, absoluut. Dat de boeren het over het algemeen meteen niet mee eens zijn. Ja, maar ik zeg ook, dat is het systeem waar we net over gesproken hebben. En ik denk dat als je tegen boeren zou zeggen, want dat is misschien een hardnekkig misverstand, als boeren met minder beesten gewoon een goede boterham kunnen verdienen en ook gewoon een volhoudbaar toekomstperspectief hebben van, jongens, ik kan ook gewoon blijvend investeren in mijn bedrijf, hè, want het zijn wel gewoon ondernemers. Dus als je hun dat perspectief kunt bieden, dus ook met een consument die daar een betere prijs voor betaalt, is het helemaal niet zo dat boeren zeggen van, wij willen ons per definitie verdubbelen. Ik ken heel veel boeren die zeggen van, dan kunnen wij prima vooruit met ook gewoon minder dieren. En daar geloof ik echt in. Alleen wij moeten hun dan ook wel dat perspectief kunnen bieden, dat zij uiteindelijk wel gewoon die boterham kunnen blijven verdienen. En dan denk ik dat boeren de eerste zullen zijn die zeggen van, dat kan dan ook wel met minder. En dat merk ik ook wel in de gesprekken met boeren. Die zeggen van, wat ons betreft is het prima te praten over minder dieren in Brabant. Ja, maar ik denk dat je toch... Dus achter het verhaal van jou, Henk, ook wel de vraag van, als je het hebt over het systeem. Het systeem is niet alleen de boeren. Het systeem is het systeem van de verwerkende industrie, van de retail en van die consument. Want we hebben het net over schaalvergrotingen. Ja. Als je nou eens even kijkt naar, dan hebben we het over de ondernemers, over de boeren. Maar als je nou eens kijkt waar de schaalvergroting het hardst is gegaan, ja, dan is dat bij de afnemers. We hebben in Nederland nog maar 3 afnemende partijen. Dus Ahold, Jumbo... Als ik het goed begrijp, pleit jij meer voor een hele keten die aangepakt moet worden? Natuurlijk. In plaats van alleen maar dat stuk. Je kunt dit probleem in de landbouw alleen maar structureel aanpakken als je de hele keten Dat klopt, maar toch klopt er iets niet in je verhaal. Jij zegt, die boeren willen wel. Als jij een jonge boer vraagt, wat wil je?
die wil en die neemt het bedrijf van zijn vader over. En die heeft bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 80 koeien. Hoeveel koeien heb je over 20 jaar? Dan zal hij zeggen 120. En die worden helemaal gebrainwashed, zeg maar, door de Rabobanken. Van luister eens, toekomst is groeien, groter worden. En dat moet eruit. En ik heb ook veel, hè, toen ik in de Kamer zat, veel met jonge boeren gesproken. En ik van de 10 is er maar eentje die zegt, ik hoef niet meer. En dat heeft alles te maken met het verdienmodel. Hè? Want je kunt pas een boterham verdienen. Dus zul je, Henk, iets aan dat verdienmodel moeten doen? Dus dat betekent aanpakken van het kapitalistische systeem. Dat betekent regulering. En ervoor zorgen dat je met minder dieren, dat je met minder productie toch een fatsoenlijke boterham kunt verdienen. En ik denk maar bijvoorbeeld... Ik denk, hè, ja, dan denk ik niet. En dan denk ik niet, nog één zin. Ik weet helemaal niet wat ik wilde. Nee, dat weet ik. Maar nog één zin. Jij had het over die keten en we moeten de retail aanpakken. Maar ja, een mogelijkheid is ook dat je gewoon ook bepaalde minimumprijzen afspreekt. Zeg maar wat een kilo vlees, moeten kosten minimaal of zou moeten opbrengen voor de boer. Maar dat is wat mij dus opvalt aan die discussie. In de zin van dat ik net ook aangaf, hè, dat als je die hele keten wil aangaven, dan spreekt Henk wel over wetgeving en een sturende overheid als het gaat over die boeren. Maar als je naar de hele keten kijkt en kijkt hoe wij die afnemerskant hebben geregeld, dat we dus nog maar 3 bedrijven hebben die de afnemende hoeveelheid vlees in Nederland bepalen en hoe die prijzen tot stand komt, dat is er eentje. We discussiëren al heel lang over een minimum of een maximumprijs of een vleestaks. Dat soort zaken praten we ook al heel lang over. En als het gaat over die boeren, ik zie echt bij heel veel boeren, Henk, als het gaat over een bijdrage leveren aan die verduurzaming, en als dat met minder dieren kan, dan kan dat met minder dieren. Nou, die spreek ik. En er zijn heel veel jonge boeren absoluut mee bezig op dit moment. Die moeten we ook ondersteunen. Tegelijkertijd zeg ik ook dat als er boeren zijn die wel toekomst zien in het doorgroeien van bijvoorbeeld 80 naar 120 koeien, dan kun je ze dat perspectief best wel bieden. En dat kan ook prima, die groei, als je er tegelijkertijd ook maar voor zorgt dat je dan stalsystemen hebt die ervoor zorgen dat er geen overlast meer is. Dat je die poep en de pissen, om het even zo te zeggen, ook gewoon scheidt, zodat mest niet meer een probleem is, maar mest een oplossing. Beetje, dat kan best. Nee, zijdelings pleidooi ook, want we hebben het een tijdje geleden gezien vanuit de provincie. We hadden een aantal afspraken gemaakt met de boeren. Die stallen moesten aangepast worden. Dat is een behoorlijke investering voor boeren. Het is maar de vraag of ze dat terug kunnen verdienen. Maar vind je dat dat dan gesubsidieerd zou moeten worden vanuit Rijk of provincie? Ik denk als het gaat over het ontwikkelen van die nieuwe stallen en die stalsystemen. De Nederlandse landbouw is koploper als het gaat over innovatie. Behalve als het gaat op het gebied van mest en nieuwe stallen. Daar kunnen wij aan de wereld laten zien dat als we dat op een goede manier doen, dan kun je laten zien aan de wereld dat het houden van dieren, en daar hoort nou eenmaal ook de productie van mest bij, dat het met minder dieren kan. Absoluut, want ik vind dat wij in Brabant gebieden hebben waar we echt met minder dieren vooruit moeten. En dat hebben de boeren ook zelf in die gebieden absoluut aangegeven. Maar als je dan ook tegelijkertijd laat zien dat je aan het werken van een systeem in 2050 bezig bent, dan praat je wel over nieuwe stalsystemen rondom mest bijvoorbeeld. Nee, maar je moet het toch fundamenteel. En het is echt niet alleen een nostalgie landbouw en terug naar vroeger. Ik vind dat je vooruit moet naar vroeger. Die techniek ook niet moet vergeten. Nee. Als dat met minder dieren moet, dan moet dat met minder dieren. Maar dan moeten wij ook wel naar het hele systeem gaan kijken. De klimaatakkoorden als leidraad nemen. Ja. Als we die doelen willen halen als Nederland, dan moet er, nee, dan had er al iets moeten gebeuren, want die doelen halen we waarschijnlijk op deze manier al niet. En als ik jou dan hoor praten, Hendrik, over 2 generaties. Nee, en ik hoor hem ook praten. Dat loopt al een beetje scheef, hè? Ja. Nee, even voor het publiek nog. Ik vind dat je hem heel erg versimpelt. Eén feit, dat is namelijk iets wat ik zelf ook niet wist. Hè. Natuurlijk, die over die schaalvergroting. En hier schrok ik een beetje van. Nederland, Amerika is de grootste exporteur van vlees, zuivel en eieren in de wereld. En Nederland de tweede. Zeker. Ja, dan kijk je naar 2 landen en dan kijk ik naar Nederland en Amerika en denk, hoe is dat mogelijk? Ja. En weet u hoe groot het... want ik ken die cijfers ook. En Nederland is 1/2500ste van het wereldoppervlakte aan land. Ja, 0,04%. Dus het is bizar weinig. En wij zijn de tweede exporteur van de wereld. Dus tientallen miljarden exporteren wij. En dat laat zien hoe bizar dat is. En we zouden, want we halen het voedsel of voedsel voor de dieren halen we uit Zuid-Amerika of Noord-Amerika, Frankrijk, noem maar op. Nou, dat wordt hier in miljoenen dieren gepropt.
En die scheiden dat allemaal weer uit. En het vlees voeren we weer uit naar alle delen van de wereld. Dus wij moeten zeggen, maak nou die kringloop klein. Ga produceren voor de Nederlandse markt of voor mijn part West-Europees. En hou het daartoe beperkt, zodat je die kringloop kan herstellen. En ik moest ook denken... Met dat voorstel is helemaal niks. Het enige wat ik aangeef, hè, en de schets die jullie geven, als het gaat over hoe gecompliceerd dat systeem in elkaar zit, dan moeten we hier ook geen knollen voor citroenen gaan verkopen. Dat we denken van, nou, dat hebben we in een jaar of 5, 6 veranderd. Hè. Het enige wat ik aangeef is dat ik absoluut een voorstander ben van een nieuw systeem in die kringlooplandbouw. Uitstekend, hè. Ik geloof absoluut er niet in dat wij die kringlooplandbouw op de schaal van Nederland moeten gaan kortsluiten. Daar doen we de rest van Europa en overigens ook de rest van de wereld absoluut in tekort. Ik geloof veel meer in het sluiten van de kringloop op schaal van Europa. Daar ligt de toekomst. Hè. De toekomst van de landbouwbeleid is eerder door Europa gemaakt. En ik vind ook dat we daar trots op moeten zijn. Dus die oplossing van de problemen van vandaag liggen ook in Europa. En die liggen voor mij ook in het sluiten van de kringloop op schaal van Europa. En ja, dat betekent dat we moeten werken aan een nieuw mestbeleid. En ook de perspectief voor die boer. En als het hebben van minder dieren onderdeel is van die oplossing, moeten we het ook daarover hebben. Het enige wat ik zeg, is dat wij ons niet blind moeten staren op het feit dat dat de enige oplossing is. Dat er meerdere kanten zijn aan de rand van de tafel. En dan ben je ook bezig met het eerlijke verhaal te vertellen. En onderdeel van dat eerlijke verhaal is ook dat we op de korte termijn wel degelijk een probleem hebben rondom het gebied van mest. En ook die moeten we echt wel oplossen met elkaar. Maar toch is het niet consistent, je verhaal, of niet? Je zegt, binnen 2 generaties moeten we dat doen. Maar we hebben afgesproken dat we in 2030... Weet je over hoeveel jaar dat is? Zeker. Het is over 13 jaar. Luister eens, over 13 jaar moeten wij met 40% terug in het aantal varkens. En kijk, bij de varkens zit ook een heel groot probleem. Ze verdienen ook nauwelijks aan dat varken. Dus er moeten gewoon minder varkenshouders komen, minder varkens. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat daar een radicaal verandering van dat beleid nodig is. En dat we toe moeten naar een soort warme sanering. Om dat ook snel voor elkaar te krijgen. Want als we dat niet doen, dan stopt er een boer. En dan neemt een groter boer neemt de hele handel weer over. En dan gaat het gewoon door. En we moeten radicaal de steven wenden. En dat betekent dus dat de beuk erin moet. En dan kom je met jouw beleid. Het spijt me, Hendrik, maar dan kom je er niet. Want dan zitten we in 2070 of 2080. Henk, luister je niet naar mijn beleid. Wat ik jou hoor zeggen, is dat je zegt van nou, Nederland moet een bijdrage leveren. En ik zeg van wij moeten problemen op Europees niveau oplossen. Hè. Dat ligt volgens mij de essentie van de oplossing. Ik heb ook aangegeven dat als de oplossing van dat systeem onder andere in minder dieren zit, dan moeten we dat ook zeker gaan doen. En als het gaat over het klimaatvraagstuk, dan is dat feit over dat mest ook een bijdrage kan leveren aan de bodem. En de bodem verbeteren kan ook een hele belangrijke bijdrage zijn aan het klimaatvraagstuk. Alleen we moeten het... Er zijn ook delen van Europa als het gaat over mest en een tekort aan mest. Dat geldt dat binnen Europa zijn er overschotten en tekorten. Dus we zullen met elkaar, als we die kringloop sluiten, dat ook binnen Europa moeten oplossen. En daar kan Nederland wel degelijk een bijdrage aan leveren. Dus we zullen daar ook de oplossing moeten zoeken. Het enige wat ik zeg, en daar heb ik Henk nog niet over gehoord, is dat we op de korte termijn, ook wel richting dit publiek, maar ook richting de omgeving moeten aangeven hoe wij dan het korte termijn vraagstuk van die mest. Ja, dan gaan we even naar de directe regio hier. Hè? De eventuele komst, wel of niet, van een mestfabriek hier in de buurt. Ja. Een vraagje, waarom wordt die mestfabriek niet gewoon gebouwd in het gebied waar al die mest vandaan komt, namelijk de Peel? Waarom moet die hier komen? Nou, volgens mij is dat nog steeds een bespreekbare optie. Volgens mij. Nee, dat is geen optie. Kijk, Landhorst, daar is het afgeschoten. Daar zou die... Maar je moet zich voorstellen, dat is dan de grootste... Dat is de grootste... Door wie is die afgeschoten? Dat is de grootste mestfabriek. Kijk, er ligt nu een voorstel om hier in Os te plaatsen. Het is de grootste mestfabriek van West-Europa. Door wie is hij nou afgeschoten? Hij is afgeschoten door de bevolking daar. Door de bevolking daar. En weet je waarom? Nee, dat is niet waar. En weet je waarom? Nee, mag ik even Hij is afgeschoten door de provincie
Brabant zelf, de gedeputeerde Annemarie Spierings, heeft gezegd: ik wil hem uiteindelijk niet in Elsdorp. En natuurlijk lagen daar bezwaren van een deel van de bevolking aan de grondslag, maar die zijn er hier in Os ook. Uiteindelijk heeft de provincie gezegd: we willen hem niet in Elsdorp, we gaan hem daar niet doorzetten. Okay, dus de provincie heeft uiteindelijk bepaald, maar die konden wel rekenen op veel steun vanuit de bevolking. Het dorp heeft massaal geprotesteerd tegen de komst van die mestfabriek. Ja. En, dat is, en de provincie heeft gezegd: doe het maar op een industrieterrein, categorie 5. Zeker. En dan zijn ze bij Os uitgekomen. Nou ja, dat is bizar. Ik bedoel, het ligt dicht tegen een woonwijk aan. Als je ook kijkt naar de aanvraag die Mees gedaan heeft. Dat was een potten- en pannen-aanvraag. Deugde geen hout van. Is ook finaal afgeschoten. Maar hij hoort ook gewoon niet thuis in een dichtbevolkt gebied. Ik heb al gezegd, er moet überhaupt geen mestfabriek komen. Hè, omdat je de steven moet wenden. Dus je moet af van die mestfabrieken. En mocht je zeggen, ja, voor de time being moet hij er toch komen. Dan hoort hij niet in Os thuis. En dan kom je uit, ik noem maar een gebied, de Maasvlakte of zo. Zet hem dan ergens neer waar niemand er last van heeft. Dan zou het wat mij betreft kunnen, maar niet in Os. Ik roep in herinnering, hè, de slipverbrander. Ik weet niet, er zitten hier wat oudere mensen. Herinneren zich dat nog? Ooien, in de jaren 80. Er moest een slipverbrander komen in Ooien. Vanwege de grootschalige vervuiling van organon. De oplosmiddelen die gingen het riool in. De slipverwerking ging, dat lukte helemaal niet meer. Hè. De bacteriën werden gedood. Er moest een slipverbrander komen. Nou, de bevolking kwam massaal in opstand. Die slipverbrander is er nooit gekomen. Waar staat hij uiteindelijk? Uiteindelijk staat er eentje in de Moerdijk, heel ver weg. Nou, dat scenario, ik voorspel je dat. Die mestfabriek in Os, die komt er nooit. Kijk, overal waar je komt, in de Horzak, dat is logisch, die wonen eromheen. Maar ook als je in het centrum van de stad komt, of waar dan ook, en je begint over het woord mestfabriek, nee, willen we niet. Dus ik zeg het maar tegen het gemeentebestuur hier, want die hebben een Januskop. Ze willen dan wel het bestemmingsplan wijzigen, maar ze zijn voor een mestfabriek. Mag ik even mijn verhaal afmaken? Ze zijn voor een mestfabriek. Heel lang aan het woord. Terwijl ze, dat mag zo dadelijk. Ik vind dat je een beetje gemakkelijk voor het publiek ook. Ze zijn voor een mestfabriek, terwijl ze doen alsof ze tegen zijn. En nou goed, donderdag komt dat in de raad. En ik zeg ook iedereen die hier zit en daar belangstelling voor heeft, kom vooral ook naar de gemeenteraad om te protesteren. Omdat ik vind dat de gemeenteraad zich moet uitspreken tegen de komst van die mestfabriek. En ook het gemeentebestuur, het college op pad moet sturen met die boodschap: hier geen mestfabriek, nu niet en nooit niet. Duidelijk. Hendrik, laatste woord. Ja, zeker. Ik wil ook nog wel even wat zeggen. Want kijk, ik denk dat Henk heel duidelijk aangeeft wat het dilemma was. Hè. Alleen hij vertelt er niet bij dat onze eigen beide partijen op provinciaal niveau wel hebben ingestemd met die mestfabriek. En dat geeft tegelijkertijd ook wel het dilemma aan. Als ik even naar mezelf kijk, hè, en overigens staat er een mestfabriek in Moerdijk, hè, een kipmestfabriek, dus misschien kan er daar nog wel eentje bij. Maar volgens mij moeten we in de Peel zelf dat probleem oplossen. Volgens mij lag er daar in Elsdorp bij Landhorst een variant voor een wat kleinere mestfabriek, hè, mestverwerkingslocatie, die daar gerealiseerd had kunnen worden. En ik geloof veel meer, die hadden we in Os ook trouwens, hè, een aantal kleinschalige vormen van mest, be- en verwerking. Ik geloof er veel meer in dat we diezelfde capaciteit op een aantal kleinere locaties kunnen realiseren. Ook gewoon in het gebied zelf waar het thuis hoort. Want ja, je gaat sjouwen met een heleboel mest, hè, naar Os. Volgens mij moeten we dat gewoon niet doen. Dat kunnen we in Os, dat kunnen we volgens mij oplossen door het in die gebieden zelf te doen. En ook op meerdere plekken, en dat is weliswaar strijdig met de keuze die de provincie heeft gemaakt. Ook laten zien dat je met kleinschalige vorm van mestverwerking in het gebied waar het thuis hoort, dat doet. En dat geeft ook ruimte voor innovatie. Want jij bent het wel eens met Henk dat zo'n grote mestfabriek zoals dat voorgesteld is door de provincie niet thuis hoort in een bevolkingsgebied zoals hier in Os? Nou kijk, weet je wat het... Gewoon ja of nee? Nee, ik vind dat hij niet op de plek hoort wat hij moet. Dat is mijn persoonlijke opvatting, hè, zoals ik dat vind. Ja. Ik tegelijkertijd geef ik aan dat wij op de korte termijn wel gewoon het dilemma hebben dat we zeggen van we moeten wel een grote hoeveelheid mest verwerken. Nou, er staat er al in Moerdijk eentje voor de kippen. Dus daar kan volgens mij nog wel een grote bij. En tegelijkertijd vind ik wel dat in de gebieden zelf waar de mest ook wordt geproduceerd, via gewoon kleinschaligere oplossing van mestverwerking, dat probleem
aangepakt zou moeten worden. Want als het in Elsendorp een probleem was, hè, qua gezondheid en omgeving, dan is dat in Os natuurlijk ook, want daar is niks aan veranderd. Ja, maar vergis je niet, er wordt nou gedaan alsof die mestfabriek, dat een fabriek is die veilig is en geen overlast veroorzaakt en geen gezondheidsproblemen en noem maar op. Ik heb nog eens even naar die vergunning gekeken of naar het oordeel van de GGD over het mestfabriek in Landhorst of in Elsendorp. Ja, en er stond bij, we kunnen niet garanderen dat er geen geuremissies plaatsvinden. Dus dat er geen stankoverlast komt. En daar kun je ook alles bij voorstellen bij die gigantische hoeveelheden mest. Als je in Veghel langs rijdt, langs de snelweg, heb je Agrifirm, heb je dat bedrijf wat voedsel produceert of dierenvoeding, smiddelen. Nou, dat ruik je ook heel vaak. En dat is dan een state-of-the-art fabriek, zeggen ze dan. Dus ik geloof er niet in dat die techniek zo is dat dat volstrekt veilig en gezond kan. En ook dat is een reden om te zeggen, doe het dan niet daar waar heel veel mensen wonen. En als je het al doet, je hebt mijn mening gehoord, wij moeten eigenlijk geen mestfabrieken bouwen. We moeten het systeem veranderen, de productiewijze veranderen, minder dieren, minder mest. Dan heb je die mestfabrieken. Ik denk dat jullie het daar wel over eens zijn, maar alleen het probleem op de korte termijn is er. Ja, dus daar zal iets mee moeten gebeuren. Daar kunnen we niet meer. En dat is ook wel waar het dilemma volgens mij ook de provinciale politiek in heeft gezeten. En volgens mij kun je diezelfde hoeveelheid mest op verschillende plekken ook verwerken. Dat kan. Anders was die ook niet in Landhorst oorspronkelijk begonnen. We hebben hier een Oost op een aantal locaties initiatieven voor mestverwerking. En ik vind ook als het gaat over mest. Dat gaat de bevolking niet pikken. Al die, kijk eens, de weerstand tegen de intensieve veehouderij. Die wordt van jaar op jaar groter. Maar dan moet de politiek, Henk, geen knollen voor citroenen verkopen. Dan moeten wij laten zien dat we in één of twee generaties het systeem ook daadwerkelijk gaan aanpakken. Maar pak het dan fundamenteel en dan moet je aan. In de hele breedte aan. Ja, maar pak het dan fundamenteel aan en niet met overal mestfabrieken. Hier is overduidelijk het laatste woord er niet over gesproken. Ik had er van tevoren al heel even over met Hendrik. Volgens mij als je het woord mestfabriek in Os verandert door mestfabriek, is er niks meer aan de hand. Ja. Maar we zullen het volgen. We horen het wel weer, onze stront aan de knikker is. In ieder geval dank voor jullie komst. En heel veel plezier en succes met waar jullie mee bezig zijn. Ja, ik wou zeggen, donderdag na de raadsvergadering. Dat wordt vast weer heel spannend daar. Dank jullie wel. Dames en heren, Henk van Gerwen, Hendrik Hoeksema. Singer, songwriter, begeleider van, deel uitmakend van enkele bands en wat dies zij meer. Een oude bekende van Zout, deze muzikale duizendpoot. Een warm welkom voor Paul Verschuur. Goedemiddag. Op de Been heet het eerste liedje wat ik voor jullie ga spelen. Ik ben al weken op de been. Maar het afscheid galmt nog door me heen. Een knuffel en een zoen en een diepe zucht. Vrouw en kind achtergelaten en het land uitgevlucht. Het land waar ik zoveel van hou. En heel mijn leven blijven zou. Er is niets meer van over. Het ging allemaal zo snel. Van hemel naar hel. Ben al weken op de loop. Een paar schoenen, twee t-shirts en een klein beetje hoop. Op een beter leven, ver hier vandaan. Op een veilige haven, op een eerlijk bestaan. Want waar ik vandaan kom is enkel nog haat. Oh, en het bloed stroomt over straat.
geen kind is nog veilig, niemand gespaard. Wat is het nog waard? Wat is het nog waard? Ik geloof niet meer in God. En steeds minder in de mensheid. Mijn geloof is kapot. Maar ergens in de verte is land in zicht. Ergens in de verte, daar brandt nog licht. En zo kwam ik dus in Brabant uit. Een dood varken, een spandoek en een steen door me ruit. Nergens nog veilig, nergens nog gerust. Compleet uitgeblust. Compleet uitgeblust. Oh. Ben al maanden op de been. Kun jij me helpen? Ik kan het niet alleen. Ik ben ook maar een mens. Zie mij hier staan. Waar moet ik heen? En waar kan ik gaan? Dankjewel, Paul Verschuur. Op de markt is uw gulden een daler waard. Niet vaak weten wij vooraf waar zijn column over zal gaan, vandaag echter wel. De Ossenmarkt door de jaren heen, ondersteund door beeldfragmenten samengesteld door redactielid Jurgen Pigmans van het Stadsarchief. Een hartelijk welkom voor stadsgids Jan Nieuwlijn. Er is vandaag iets nieuws. Hier hoort het en doorziet het. De markt. Als we over de markt in Os praten, moeten we teruggaan naar het jaar 1346. Dan komt er namelijk een einde aan een van de rampzaligste, dan wel roemruchtste, pestepidemieën. Na die periode maakt Os op economisch gebied een interessante ontwikkeling door. Het dorp Os, want daar is het dan nog, wordt een belangrijke handelsplek vanuit de steden Graven, Megen en Den Bosch. Ook de boeren uit het Maasland komen hier vaak samen om hun waren te verhandelen. Maar waar moeten we dan aan denken? Op de eerste plaats aan huisnijverheid. Zogenaamde drapeniers uit Os verdelen de grondstoffen, wol, vlas en halffabrikaten onder de thuiswerkers en verhandelen de eindproducten, wol en linnen stoffen in de lakenhal op de heuvel. Er is sprake van textielnijverheid ter plaatse of in die directe omgeving. Den Heuvel, een centraal driehoekig plein, ontstaat omstreeks 1400, als enkele woningen worden onteigend en gesloopt. Zo'n plein wordt ook wel biest genoemd. Bepalingen in het stadsrecht van 1399 over de productie, kwaliteitscontrole en verhandeling van textiel maakt duidelijk hoe belangrijk deze nijverheid destijds voor Os was. Het centrum van deze activiteiten is hoogwaarschijnlijk dan ook Os geweest. Dit wordt nog versterkt door het recht om wekelijks een markt te houden. De datum wanneer deze markt gestart is, is niet aangetroffen. Wel
dat ver voor het jaar 1380 door Os een jaarlijks bedrag aan Margrecht wordt afgedragen in de vorm van geld of zijns. Vooral de uit het Maasland afkomstige boerenbevolking oriënteert zich meer en meer op Os, mede omdat het dorp in het midden van de 14e eeuw al een wind- en een oliemolenrijk was. Om een indruk te krijgen hoe groot Os toen was, wordt er in 1374 een telling gehouden. En wel van de belastbare inwoners. De armlastigen in Os, die zo'n 40% van de bevolking uitmaakt, wordt niet meegeteld. Er blijken 497 personen belasting te betalen, zodat de totale bevolking ruimschoots onder de 1000 blijft. Als Os op 14 oktober 1399 stadsrechten krijgt, vermeldt de tekst in de privilegebrief dat recht verleend wordt een weekmarkt te houden. En wel op dinsdag. En ik kan er ook niks aan doen, gelijk met de weekmarkt van Den Bosch. Op 13 april 1402 bekrachtigt hertog Anton van Brabant dit privilege. In 1652 erkent ook de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden de stadsrechten van Os. Dus ook de weekmarkt. Die bekrachtiging vindt plaats op 26 februari 1662. Van 1399 tot 1477 is er een tijdperk van welvaart. Door de gereglementeerde en de privilegieerde in nijverheid en natuurlijk ook de weekmarkt. In die tijd krijgt de markt functie en op 21 oktober 1768 wordt de aanvraag door het gemeentebestuur aan de landsregering om toestemming te krijgen voor het voeren van een boterwaag gehonoreerd. In 1769 is het waaggebouw klaar. Op de bovenverdieping twee kamers voor het gemeentebestuur, beneden een politiepost en een waagruimte met twee balansen. Eén grote ijzeren en één kleine koperen voor het wegen van de boter. Het laatste houdt wel in dat de botermarkten in de omliggende dorpen voortaan verboden worden. Dankzij de drukte van de waag bloeit ook de wekelijkse dinsdagsmarkt in vooral vee, groente en fruit. Ook het aanbod in diversiteit van marktwaar groeit. De handel in vee die verplaatst zich van het platteland naar deze markt. De industrieën ontwikkelen zich, vooral de textiel- en de boterindustrie. Zij trekken werkvolk die met hun karig verdiende loon voor een steeds groeiende dinsdagmarkt zorgen. De Ossenmarkt op de Heuvel wordt een wekelijkse handelsplek voor vraag en aanbod. Veel ouderen spreken in die tijd over de Met in het centrum. Heel bekend worden de twee wekelijkse paardenmarkten die zich hoofdzakelijk afspelen op de Heuvel en in de Monsterstraat. Deze markten blijven groeien tot in de 60e jaren van de vorige eeuw. Dan komt de kentering. De dierenmarkten worden kleiner omdat de boeren door uitbreiding steeds meer hun vee aan huis of contractueel verkopen. Vooral de vleesindustrie is hier debet aan. Na de Tweede Wereldoorlog wordt paardentractie massaal ingeruild voor trekkers. Werkpaarden worden verruild voor pk's. In de 60e jaren van de vorige eeuw bloeit deze markt dood en op enkele plaatsen in Nederland zijn nog jaarlijks paardenmarkten, waarvan in onze regio Hedel de eerste maandag in november de bekendste is. Vermeldenswaard is ook nog dat in Os in 1974 een welzijnsmarkt wordt gehouden, die later uitgroeit tot het jaarlijks terugkerend Fantastival. Ofschoon de wekelijkse markt in vraag en aanbod terugloopt, komen er nieuwe markten bij. De jaarlijks terugkerende Koninginnenmarkt, nu Koningsmarkt, heeft aan belangstelling niet te klagen. De kermismarkt, de kerstmarkt die de laatste jaren is uitgegroeid tot Winterland. Een rommelmarkt die incidenteel hier en daar veel publiek trekt. Een kunstmarkt, de boekenmarkt, de markt waar Effe na Geffe, het eerste weekend in september, wel de bekendste van is. De hobbymarkten, de vogeltjesmarkt, maar deze markt is vanwege de vogelgriep en de vogelpest zo goed als verdwenen. Alles wordt digitaler en onze wekelijkse Met
dreigt door toedoen van onder andere internet te verdwijnen. Onze vertrouwde marktplek wordt verdrongen door Marktplaats. Totdat, na veel vergaderen, discussiëren, evalueren, onderzoeken en haalbaarheidsrapporten in september 2017 de Ossenmarkt nieuw leven wordt ingeblazen en feestelijk herstart. Een nieuw leven voor de markt. De recente cijfers zijn hoopgevend. Laat ons het wekelijks gebeuren dat wij markt noemen in ieder geval blijven koesteren. Dank u wel. Dank je wel, Jan Ulijn. Zijn muzikale helden zijn Daniel Lohuus en Billy Joe Armstrong van de band Green Day voor de kenners. Maar als je wilt, kunt u hem zien op 12 januari hier in de Groene Engel. Want dan speelt hij in de formatie In My Tree. Jullie ongetwijfeld allemaal bekend. En Friends. En dan hebben ze hier een hele middag vol met muziek. Vandaag is hij hier echter solo voor zijn laatste optreden deze middag. Hartelijk applaus voor Paul Verschuur. Dankjewel. Het volgende en laatste liedje wat ik voor jullie ga spelen gaat over mijn vader. Maar ik wil het hier met diep respect opdragen aan Paul Peters en de mensen die hem lief hebben. Het heet Te Vroeg. Het is onvermijdelijk, het hoort er eenmaal bij. Je vader en je moeder gaan eerder heen als jij. Ik heb het zien gebeuren, ik weet dat het ooit komt. Een eind is een begin, de cirkel is rond. Maar het is nog veel te vroeg. Het is nog veel te vroeg. Er komt ooit een dag, dat het tijd is dat het mag. Het is nog veel te vroeg. Op deze foto is een jonge man te zien. Oh, en je bent niet veel veranderd sindsdien. Wat gaat het snel, wat blijft toch de tijd. Maar het is nog lang niet klaar, ik wil je niet kwijt. En misschien als jij 100 worden zou, het anders voelen zou als nou. Maar niet dat het over is, we geven niet op. Maar bij ons beiden gaat het door de kop. Het is nog veel te vroeg. Het is nog veel te vroeg. Er komt ooit een dag dat het goed is dat het mag. Maar het is nog veel te vroeg. Misschien als jij 100 worden zou, het anders voelen zou als nou. Maar niet dat het over is, we geven niet op. Maar bij ons beiden gaat het tot de koop. Het is nog veel te vroeg. Het is nog veel te vroeg. Er komt ooit een dag dat het tijd is dat het mag. Maar het is nog veel te vroeg. Het is nog veel te vroeg. Er komt ooit een dag dat het goed is dat het mag. Maar niet nu, het is nog veel
al te vroeg. Ja. Dankjewel, Paul. Als oud-journalist van het Brabants Dagblad heeft hij ruimschoots zijn sporen verdiend. Veelal lag zijn focus op ruimtelijke ordening en milieu. En nog dit jaar ontving hij uit handen van onze commissaris van de Koning de hertog Jan Penning voor zijn verdiensten. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Brabantse Milieufederatie. Dames en heren, hartelijk welkom voor Ron Lodewijks. Mist, geachte aanwezigen, is ook deze winter weer een zwaarmoedig verhaal voor bij de centrale verwarming en onder de kerstboom. Met de gigantische hoeveelheid uitwerpselen van het in oorsprong zo aardse varken is ook in Oss veel stront aan de knikker. De provinciale politiek wil Europa's grootste mestfabriek bij uw rectaal gaan injecteren. Dat is kak met rozijnen, oftewel humbug. Een schijnvertoning. Mocht dat niet zo zijn, dan moet u het voorbeeld maar volgen van uw eigen arbeiders bij Unox, die goed hebben laten zien dat harde actie soms ook in het poldermodel nodig is om resultaat te bereiken. Wat kunt u doen? Ik stel voor een georchestreerde vleestaking. Stop in ieder geval met het kopen van bulkvlees. Dat is een zinvolle actie tegen de oorzaak van alle ellende. De industrialisatie van de intensieve veehouderij. Maar lang niet voldoende, want de varkensbaronnen verdienen hun geld met de vleesexport en worden steeds groter. Niet gehinderd en zelfs geholpen door overheidsbeleid. Zo verkoopt grootboer Bert Reijnen uit Oorschot al enige tijd energie uit mestvergisting als groene stroom. Dat willen veel meer boeren. Wij hebben een oplossing voor het klimaatprobleem, roept de agrarische lobby, om geld te verdienen aan mest als duurzame energie en zo de veehouderij in leven te houden. En al met enig succes, want Green Choice levert ook bruine energie tegenwoordig als echt groene stroom. En dezezelfde zelfbenoemde kampioen duurzame energie werkt nu zelfs aan een netwerk van biogasinstallaties dat de landelijke stroomvoorziening mede op peil moet houden als de windmolens stilstaan en de zon niet schijnt. Onder het motto, alles beter dan kolen en gas. Ik vind het groenwassen van bruine energie een vorm van volksverlakkerij. U merkt het al even, dames en heren, je kunt taalkundig veel met de grote boodschap. Zolang je het zieloze woord mest maar vermijdt. Mestquotum, mestboekhouding, mestinjecteur, mestspecie, je wordt er scheidsziek van. Het mesthuwelijk, daar worden zelfs boerenbruid en bruidegom niet poepgeil van. En dan praat ik geen kak. Bladerend in het woordenboek kwam ik deze week tot een speelse omschrijving van het mestoverschot. Hele grote kak in een klein potje. Plastischer in ieder geval dan de steriele term waarmee het boerenfront ons jarenlang stront in de ogen heeft gestrooid. Daarin onvervroren gesteund door het Haagse agrarische motorblok van CDA en VVD. Door de jaren heen voorzien van een parlementaire meerderheid door LPF, PVV, SGP en helaas vaak ook de sympathieke ChristenUnie. Versplinterd links heeft daar weinig tegen in kunnen brengen. Vooral door gebrek aan belangstelling voor de veeteelt. Onze nationale politieke elite komt uit de Randstad, waar de veehouderij is verdrongen door beton en asfalt en de melk uit de fabriek komt. Ik ben benieuwd hoe de agrarisch onbevlekte minister van Landbouw, Carola Schouten, ChristenUnie, dit megavarkentje gaat wassen. Lukt haar dit niet, dan zakt Nederland met de intensieve veehouderij steeds verder in de drek. Ver weg zijn de tijden van de kringlooplandbouw, waarmee de Chinezen kans zagen om maar liefst 40 eeuwen achtereen honderden miljoenen mensen te voeden. Massa's kleine boeren wisten van generatie op generatie hun akker vruchtbaar te houden via wisselteelt en groenbemesting.
maar vooral ook met menselijke pies en poep. Vee- en dierenstront waren schaars. Onze uitwerpselen, die wij dagelijks met liters kostbaar drinkwater het riool in laten lopen, werden destijds ingezameld en afgevoerd in vaten en uiteindelijk als compost weer uitgestrooid over de akkers. De hygiëne stond daarbij hoog in het vaandel. Het water in de Chinese rivieren was veilig te drinken. De natuur werd niets tekort gedaan. Begin 1900 zag de Amerikaanse professor bodemkunde Franklin King dit hoogontwikkelde systeem, dat toen al op zijn eind liep, tijdens een reis die hij door Oost-Azië maakte. Het prachtige boek dat deze King vervolgens schreef over 4000 jaar kringlooplandbouw verdween in de vergetelheid. Maar kreeg gelukkig in 2010 een tweede leven. Met zijn Nederlandse vertaling en bewerking van dit boek maakte Sies Leeflang van het belangwekkende werk van King een actueel tijdsdocument. Voormalig wetenschapsjournalist Leeflang werd nationaal bekend als ecologisch pionier en uitvinder in Boxtel. Eerst met de kleine aarde en later met de 12 ambachten. Ik noem zijn naam hier met eerbied, terwijl hij de dood momenteel diep in de ogen kijkt. Gelukkig zal Brabant hem niet vergeten. Sietz Leeflang hoopt nog steeds op een revival van de kringlooplandbouw. Zijn water- en reukloze toilet zou daar een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Het binnenwerk van dit zogeheten nonolet is een emmer met een geperforeerde plastic zak, waarin de stront na elke boodschap met papier wordt afgedekt. Als de poepzak na een maandje vol is, gaat hij met het groen afval mee. Zo simpel is het. Deze bonkige uitvinding van Leeflang uit 2001 is een uitkomst voor boot of tuinhuisje. Maar helaas nog niet doorontwikkeld voor een meer geciviliseerde omgeving. Dat is een mooi klusje voor onze Dutch design specialisten in Eindhoven. U zult zeggen, wat lul je nou over een onsmakelijke utopie, terwijl wij in Oost straks een 500.000 ton varkensstront over ons heen krijgen. Dat is waar. Maar het is toch vreemd dat wij allen hardnekkig veel water, energie en geld blijven verspillen aan het industrieel dumpen van onze eigen uitwerpselen. Terwijl wij ons tegelijkertijd met hand en tand verzetten tegen industriële bewerking van dierlijke mest die wel wordt hergebruikt. Zo bezien is de boer duurzamer bezig dan de burger. Juist daarom is het van groot belang om ons duchtig te bezinnen op het ongebreidelde consumentisme waarmee de aarde wordt opgebruikt. Want de tijd is toch wel voorbij dat wij alsmaar hoger kunnen blijven kakken dan ons eigen gat. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel, Ron. En zoals altijd staat ze alweer klaar. Op tekst van Johan Berendsen, begeleid door Mark Berendsen, is hier Willeke met het Zoutsalatlied. Jos van Rij die kon niet komen, voor hem was de weg te glad. Dacht dat hij het wel zou redden, glibberen hoort bij zijn stad. Dat gaf muzikaal wat ruimte, Verschuur hield ons op de been. De vluchteling die werd bezongen, waar mocht hij van de varkens heen? Hoe was dat in vroeger tijden, dat vraag ik aan Jan Nulijn. Mochten op de Ossenmarkt de vluchtelingen er wel zijn? Want dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoa, bidoa, bidoa. Bidoe-wee-doe-wee-doe-wee-dam. Hè?
Het dossier begint te stinken. Hier in Os klinkt er protest. De mestfabriek moet er niet komen. Het klimaat wordt hier verpest. Natuurlijk mag u protesteren. U wilt in Os geen bak met stront. Maar eet u straks uw carbonaatje en stop die lekker in uw mond. Wilt u de mestfabriek echt stoppen? Heeft u genoeg scheid gehad? Blijf dan keihard protesteren. Leg de mestproductie plat. Want het is allemaal zout. Allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts. Of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoe, bidoe, bidoe. Bidoe, 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 bidam. Zie je hem als burgemeester, plush met een dun laagje chroom. Laat hem prachtteksten gaan maken, muzikaal is hij een droom. Politiek is een illusie, Westbroek vindt geen eigen huis. Een gijzelaar van de conflicten, Stairway daar voelt hij zich thuis. Julia, dat is een muze, schreef daarvoor een prachtig lied. Laat zijn brommen niet verblinden, een liever man bestaat er niet. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoe, bidoe, bidoe. Bidoe, 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 bidam. Het zout is weer op. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berendsen, Renier van de Giessen en Jurgen Pichmans. Productie Jules Ieding. De tekst van de zout is van Johan Berendsen, werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Mark Berendsen. Onze columnisten waren Ron Lodewijks en Jan Nulijn. Onze muziekprogrammeur is Henk Sterke. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Paul Verschuur. Organisatie deden Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Sjaak Bloks, Willy Bloks en Christa Kolman. Uiteraard danken wij onze vrienden van openwebcast.nl voor hun komst. En mocht u het programma nog eens willen terugzien, dan kan dat via hun site op www.openwebcast.nl. Of via de link op onze eigen site www.politiekvzout.nl. De techniek was in handen van Han Pannenkoek en Ramon van der Veer. De foto's werd gemaakt door Hans van der Poel. Die foto's kunt u zien op onze website www.politiekvzout.nl. Deze website wordt beheerd door Renier van der Giessen. Zout is een initiatief van Jules Ieding, wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling Os en Cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactiepresentatie Ivar Pendris en Stijn Steenbakkers. We danken Hendrik Hoeksema, Henk van Gerwen en Henk Westbroek voor hun komst naar Zout. Alvast fijne feestdagen, een mooi en gezond 2018 gewenst en graag zien we weer terug op zondag 14 januari. Dank u wel.